Je bent wat je doet. Niet wat je denkt dat je zou moeten doen. Wat we doen. Een radioprogramma dat ingaat op onze drijfveren en het bespreken van taboes. Hoe zou het komen dat we doen wat we doen? Elke vrijdag van 8 tot 9 uur 's avonds met je host Solile Blinker op de Powerstation SRS. Kom gezellig erbij en laat je inspireren. Goedenavond. Welkom bij Wat We Doen. Ik ben je host Solile Blinker en vanavond gaan we de diepte in met niemand anders dan Jennifer Baarn. En als je de naam hoort, denk je Baarn. Kender. Ja, ja. Product van een van de zwarte iconen van ons land. De dochter van Elfriede Baarn Dijksel en Wilgo Baarn. Welkom, Jennifer. Dankjewel, dankjewel. Hoe gaat het? Hey, go. Een beetje druk. Er gebeurt heel veel, altijd. Tussendoor moet ik nog reizen, dus ja, soms is het een beetje veel. Ja, toch? Maar als ik kijk naar de invulling van jou, dan denk ik, druk is like the red line in your life, of niet? Huh? Yo, absoluut, absoluut. Vroeger, ik ben altijd heel high energy geweest, hè, vroeger, ook als kind en zo. Ik kan me nog herinneren, soms als we uitgingen, liep mijn moeder me even op het erf rennen, zodat ik wat kon afkoelen. But now, sometimes, you know, my ambition has caught up with my energy, om het maar zo te zeggen. Hello. Zeiden ze nooit, je hebt ADHD? Hey, toen bestond die term niet. Oh. Achteraf denk ik van, kan dinasan dat niet bij Abi? Hoe ziet jouw drukte eigenlijk eruit? Kijk, ik heb een baan waar je altijd veel moet reizen, hè. Mm-hmm. Ongeacht welk werk ik deed, ik zat minimaal 1-2 keer per maand in het vliegtuig. En eigenlijk sinds mijn laatste baan, sinds ik ben begonnen bij Agra in Kenia, is het niet gek als ik 6 tot 8 keer per maand in het vliegtuig zit. Dus gewoon 2 keer per week. Nou, sinds begin dit jaar is het echt heel hectisch geworden. Het heeft heel veel te maken met reizen. Maar druk is ook dat je constant moet schakelen naar verschillende gesprekken op verschillende niveaus. Weet je, aan de ene kant ben je soms je team aan het brieven. En ik ben een beetje micromanager, dus ik zit helemaal. Ik wil voor elke uitnodiging precies weten hoe het wordt geschreven. En voor je het weet zit je met de ambassadeur of een minister. Zit je met te praten over strategische plannen. En dan moet je het in je hoofd vertalen naar oké, hoe gaan we dit nou waarmaken. En dan tussendoor wil mijn nichtje of mijn neefje uit Suriname even met me praten. Want dan hebben ze een hoog cijfer gehaald. Isabi toch. En ik, wanneer het op Suriname aankomt, ben ik meteen responsive. Instant. Dus, ja. Dus je moet constant schakelen. Ook qua talen en al dat soort zannies. Isabi toch? Dus, ja. Hoeveel talen praat je per dag? Zo, vier, denk ik. Vier. Ik praat, thuis praten we Nederlands, want mijn partner is ook een Surinamer. Dus we praten thuis Nederlands en Surinaams. Hij praat meer Suriname dan ik. En dan praat ik op het werk Engels. Ik praat geen Frans, maar ik heb wel in Franstalige omgevingen gewerkt. En ik praat een heel klein beetje Swahili. Is schandalig weinig eigenlijk. Maar vertel ons iets liefs nou in het Swahili. Oké, wat zal ik zeggen? Habari sa Johnny. Wat betekent dat? En dat betekent eigenlijk goede avond. Hoe gaat het met je? Of letterlijk betekent dat wat is het nieuws van vanavond? Habari sa Johnny. Habari sa Johnny. En dan zou jij moeten antwoorden met salama. Salama. Ja, en dan, het is heel grappig als mijn groet hier in Oost-Afrika is. Net zoals die moesjes van vroeger groeten, toch? Het duurde 5 minuten. Dus dat is de volgende vraag. Habari sa kwaku, habari sa nyumbani, hoe gaat met je huis, weet je? Habari sa toto, hoe gaat met de kids? Alle invalshoeken. Alle invalshoeken, totdat je helemaal op de hoogte bent en dan kan het gesprek pas beginnen. Precies, en over invalshoeken gesproken, die volmaaktheid van jou, zullen we beginnen bij die route. Wie is je moeder, wie is je vader, we hebben het al gehad, Elfriede Baarn Dijksel, Wilgo Baarn. Hoe was het opgroeien in huizen Baarn Dijksel? Ja, het is heel grappig. Ik denk verschillende dingen. Ten eerste, het was altijd druk. Ik ben opgegroeid eigenlijk op het erf van mijn grootmoeder. En daar woonden veel gezinnen. En het was veel Surinaamse kinderen. Je groeit op en je weet nog net wie je vader en je moeder zijn. En daarna zijn er zoveel andere mensen, kinderen, oudjes en dat soort foto's, toch? Ja. Dus echt opgegroeid op een erf met verschillende huizen en dergelijke. Dus het was altijd druk en een heel kinderrijke buurt op Frimangrong. Ik ben heel trots ook op mijn Frimangrong.
ik ben eigenlijk ook in mijn opvoeding een beetje meegegroeid en meeontwikkeld met de carrière van mijn ouders. Toen ik geboren werd, was mijn eerste kind. Zat mijn moeder nog in het onderwijs, mijn vader de politiedienst. En hun cultureel leven was nog in ontwikkeling, zeg maar. Tegen de tijd dat ik iets ouder was, 5, was het in volle ontwikkeling. Dus dat betekent dat ik eigenlijk ook vanaf jongs af aan mee ben gegroeid met hun creativiteit. Ik stond op het podium, ik schreef gedichten, je werd daarin ook gestimuleerd. Ik zat op sport, op theater, op dans. Dus het was voor mij eigenlijk heel natuurlijk om ermee op te groeien. Het meest interessante wat ik later ontdekte toen ik niet alleen naar Nederland verhuisde, maar mee begon te reizen, is dat ik ook heel erg letterlijk multicultureel zeggen, die tata's bij opgevoed. Het vieren van Pagoa en al dat soort dingen naar Saramaka gaan. En niet als toeschouwer alleen, maar ook echt gewoon deelnemen met alle Hindoestaanse collega's van mijn vader. Omdat hij ook werkte natuurlijk op cultuur. Dat was voor mij zo normaal. En ik kwam er later pas achter dat het niet voor elk kind in Suriname de normaalste zaak van de wereld is. Dat je echt Bodo, Pagua viert, precies zoals je, en Diwali, precies zoals je als je kerst viert, zeg maar, als Blakamang. Dat was ook een stukje exposure dat altijd heel mooi is geweest. En hoe en wanneer kwam je erachter dat het toch anders was, je opvoeding? Eigenlijk al op de basisschool, zeg maar. Kijk, mijn ouders waren van de generatie die begon te leren to be unapologetically black, right? En dat kwam natuurlijk overwaaien de jaren 70 aan Black and I'm Proud uit de Verenigde Staten. Maar dat vertaalde ze ook in Suriname met de onafhankelijkheidsbeweging en dergelijke. En ze omarmden dus ook hun afrocultuur heel sterk en brachten ons daarin groot. En het interessante was, ik weet nog dat ik op de lagere school zat. En kinderen kwamen en hadden ze dan een prijs gewonnen, weet je, voor een zangwedstrijd of iets. Maar ik kwam met mijn kotodansieprijs die ik had gewonnen. En dat was toch, ja, niet gebruikelijk. Maar voor mij was het zoiets natuurlijks dat we gewoon voortvloeiden uit de wereld waaruit ik voortkwam. Dus dat is me echt bijgebleven uit mijn jeugd. Dat ik weet dat ik weet je, voor mij om Miss Suriname te zijn was niet wat ik wilde. Nee, ik wilde Miss Amixani worden en dat soort dingen. Mm-hmm. Dus dat was één. En als er talentenjacht was, dan deed ik Miriam Makeba na. Maar ook, weet je, op een gegeven moment toen Suriname economisch armer werd, het militaire regime overnam en heel veel dingen stilviel ook in het sociaal-culturele leven, waren wij een van de weinigen die 1 juli ook echt vierden. Als een nagedachtenis. En ik kan me nog herinneren dat ik zat op school en ik leerde mijn klasgenootjes op mijn krantenpapier kleine anissas te maken. Snap je? Dat is me nog heel sterk bijgebleven. Ja. Dat niet vanzelfsprekend was voor alle Surinaamse kinderen. En hoe reageerden die andere kinderen erop? Op 2 manieren. 1 met gezonde nieuwsgierigheid. Dat is, weet je, van hoe doe je dat en dat soort dingen. Maar 2, ook die demonisering van die Afro-Surinaamse cultuur was er nog. Dus over bepaalde dingen. Of je durfde er niet over te praten. Of als mensen merkten dat je daarmee bezig was. Ja, dan was het toch een beetje denigrerend. Van, weet je, bij die bonobondo dingen ben je bezig. Mm-hmm. Dus dat kwam soms ook naar voren. Wat is het ergste dat iemand je ooit heeft verteld over het trots zijn op je cultuur en het uitdragen ervan? Ik denk dat veel of genoeg, maar weet je wat het was? Het was niet alleen je cultuur, het was ook onlosmakelijk verbonden aan je huidskleur. Kijk, colorism in Suriname neemt verschillende vormen aan. Hè? 1 is het puur fysieke, hoe dichter bij Europa je bent fysiek, met gladdere haren, lichtere huid, hoe meer je wordt gewaardeerd. Maar ook qua cultuur, hoe dichter bij de Europese cultuur je bent. Als je op vioolles gaat of pianoles, is altijd veel leuker dan wanneer je zegt van nee, ik heb die Ajida drum leren bespelen. Dus voor mij ging eigenlijk denigrerende opmerkingen over mijn cultuur en afkomst waren ook altijd verweven met mijn huidskleur en mijn uiterlijk. En ik heb soms het gevoel gehad een beetje dat ik een anomalie was in Suriname. Een beetje uitleggen wat ik daarmee bedoel. Dat aan de ene kant waren mijn ouders heel cultureel bewust. Ze gaven dat ook bewust mee en dergelijke. Je mocht je er niet voor schamen. Maar ze waren middenklasse Surinamers. Wel bespraakt, goed opgeleid. Isabi toch, ik was niet zomaar iemand van Abrabrokki die brokko Hollands sprak en slechte cijfers haalde op school. Precies. Dus je was voor andere mensen ook niet altijd goed te plaatsen. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. You know, my culture is never something that just happened or was there when I grew up because I had no choice. Het was een bewuste keus van mijn ouders om het te omarmen. En die vrijheid om dat te doen,
Dat was aan niet aan ieder gegeven. Dat begreep ook niet iedereen. Very interesting. Ja, als je cultuur geassocieerd wordt met armoede, met achterlijkheid, met gebrek aan opleiding, goedgelovigheid. En dat je op een gegeven moment dan toch, snap je, die Europese intelligentie, om het maar zo te zeggen, tussen aanhalingstekens. En dan toch bewust ervoor kiest om ook het zwarte te omarmen. Wat we doen. Kom je van dus cultureel opgegroeid en dan naar cijfers? How did that take place? Ja, het grappige is dat het allemaal gerelateerd is. Mm-hmm. Kijk, mijn ouders waren heel erg in het culturele leven en dergelijke, maar ik ben wel een kind van de jaren 80. Isabi toch, decembermoorden, economische malaise en dergelijke. En ik zag twee dingen. Echt de cycle dat je ouders van een generatie waren die optimistisch, positief, onafhankelijkheid, zelfredzaamheid. Weet je, we hebben opleiding, het gaat gebeuren nu met ons. En dan ineens terugvallen. En dan toch hun creativiteit en optimisme dan weer vertalen in zeg maar cultuur. Maar als kind opgroeiende begreep ik dat niet. Ik zag ander soort mensen rijk worden. En ik had zoiets van, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die kennis vergaar, waardoor ik mijn mensen eigenlijk kan helpen dat ze niet meer pinaren. En dat ze het aan de ene kant kunnen doen wat hun passie is en waarin ze zich kunnen verliezen, maar dat het ze ook economisch voorspoed brengt, snap je? Want kijk, het mooie van theater is, maar ook een beetje het mooie van onze cultuur, het is niet alleen je opleiding per se die bepaalt of weet je hoeveel geld je hebt. Het is je talent. Op het podium kan je alles en iedereen zijn en spelen. Isabi, het is je verbeeldingskracht. Op het moment dat jij goed kan zingen, dan ben jij de voorzanger. Isabi, en ik zag hoeveel zelfvertrouwen dat mensen gaf ook. Dezelfde persoon die misschien een schoonmaker was overdag, was s'avonds gewoon de hoofdmatador op een Wintipré of was de hoofdrolspeler in een theaterstuk. Dus voor mij was het altijd, hoe ontwortel jezelf aan weet je, die economie. Dus ik had zoiets van, hey, ik ga ervoor zorgen dat ik accountant of weet ik veel wat word. Weet je, als kind weet je niet precies wat dat ding inhoudt. Dus dat is ook de reden waarom ik bedrijfskunde heb gestudeerd. Ik had zoiets van, ik wil weten hoe je economisch ook zelfredzaam wordt. Maar het is altijd in het kader geweest van, weet je, is dat weer cultuur. Ja. En ik heb altijd gezegd, toen ik tiener was, heb ik het boek gelezen van, Woodson. Mm-hmm. George Woodson, die was een van de voorvechters van, zeg maar, die onafhankelijkheids- of emancipatiebeweging in de Verenigde Staten. En hij heeft het boek geschreven, The Miseducation of the Negro. Oh ja, die ken ik. Ja. Ja, en waar het in principe op neerkomt, hij is niet de beste schrijver, maar hij was heel toegewijd aan eigenlijk de civil rights movement in de Verenigde Staten. En waar het op neerkomt in dat boek is dat hij altijd zegt, als jouw talenten, je skillset, je opleiding niet ten bate is van jouw gemeenschap, is het een waste of time. En het maakt niet uit of je nou een kok bent, of dat je de straat veegt, of schilder bent, kunstenaar, of accountant bent. Je moet kijken naar wat is eigenlijk de behoefte van je gemeenschap. En dat is eigenlijk altijd de rode draad geweest. Dus het is niet zo gek dat ik uiteindelijk, toen ik het bankwezen inging, zeg maar, was natuurlijk voor persoonlijke ook economische zelfredzaamheid, dat ik op een gegeven moment begon te kijken, maar waar zit de groei en de emerging markets? En Afrika was een hot topic in termen van ontwikkelingsmarkten. En ik wilde daar onderdeel van zijn. Dus zo ben ik daarin terechtgekomen. En nog steeds hoor, als je wil weten hoe je economieën van de grond op moet bouwen en sectoren en dergelijke, moet je hier zijn. Precies. Ik zag een TEDx van jou, heel mooi, by the way. En wat ik zo bold van is dat je bent gaan reizen en dan ben je eigenlijk met die bevindingen en die nieuwe visies en nieuwe concepten. You just put on your boots and you went to the boss and told them what you think. Zo is het. Dan denk ik van, hey, dit is een vrouw die durft. Ze heeft iets gezien en in het kader van wat je net zegt van, hey, you give him back to the community. Bij deze de eerste stap. Breng ons naar dat gesprek met, was het een man toen de tijd? I bet you was a man. Ja, het was een man, ja. Witte Nederlandse man van middelbare leeftijd. Nee, het is wel interessant. Kijk, mijn eerste, zeg maar, dat een lightbulb in mijn hoofd opging van, ik moet naar Afrika, gebeurde eigenlijk in Brazilië. Ik was heel vooruitstrevend, hardwerkend. Mijn baas toen in Utrecht, die zei van, weet je wat, jij moet echt naar Brazilië gaan, want ik deed de sappensector en ik ga naar Brazilië. En ik kom daar terecht in São Paulo. En ik schrok een beetje, want ik was nog nooit naar Brazilië geweest.
En ik had eigenlijk meer een gemengde bevolking verwacht. Mijn zoon Paul is bijna iedereen wit. Zeker als je gaat, weet je, naar bankwezen en al dat soort grote bedrijven. Maar wat me ook opviel, dat mijn Braziliaanse collega's kenden de slavernijgeschiedenis van hun land heel goed. Kenden de zwarte cultuur ook heel goed. En ik vond dat verrassend. Want je weet, als Suriname in Suriname moet je afvechten voor erkenning. Laat staan wanneer je in Holland komt. Iedereen vindt je exotisch en interessant, maar ze kennen je niet. En mijn collega daar zei, het hoofd van de Rabobank daar zei, weet je wat, je moet naar Bahia gaan. Daar ga je jouw mensen terecht. Ga je jouw mensen vinden. En ik ging naar Bahia en ik was daar 3 dagen en ik zat op een gegeven moment op het strand en ik denk, ik moet naar Afrika. Want ondanks het feit dat ik was opgegroeid, zeg maar, in Afro-Surinaamse culturele royalty, wist ik niet dat die mensen in Bahia bestonden. Dat ik een connectie had met een culturele gemeenschap van miljoenen mensen in Brazilië. En ik had zoiets van, en dat ze hetzelfde eten hadden, met dezelfde winties dansten en al dat soort dingen. En sommige woorden ook en liefde hetzelfde waren. Dus ik had zoiets van, ik weet het niet, dus ik moet teruggaan naar de bron. En toen mocht ik als een gek te reizen naar Afrika. En in de tussentijd werd ik ook naar Londen gestuurd door het werk. En ik kwam daar dus een manager tegen, die tegen mij zei, jij bent bijzonder en moet je niet kwijtraken. En je moet je niet laten afleiden. Dus weet je, die stond ook open voor alle gekke ideeën die ik had. En verder, ook een beetje net wat je zegt, mijn attitude. Ik leefde zo in mijn eigen wereld van ontdek je plek. Serieus, hè? Dat als ik een nieuwe bevinding had, dan rende ik naar die managers toe. En ik denk achteraf ook, ze moeten toch met verwondering hebben gekeken van, deze vrouw. Kijk, ik ben een jongen. Dit kind, wat is er probleem? Maar ik ging helemaal enthousiast naar elke rest. Hey boy, jullie missen. Dat is wel passie, hè? Ja, en het interessante was, kijk, ik natuurlijk, ik was in hun ogen een Nederlander in Engeland, dus ik was part of the Dutch clan, snap je? Dus ze stonden er ook meer open voor om eigenlijk te horen wat ik te vertellen had. Maar ik had wel een goede band met ze. En weet je, die hebben ook eerlijk gezegd, als dit jouw passie is, dan zijn wij niet de organisatie die dat voor je kunnen opbouwen of uitbouwen. Dan moet je misschien naar een andere organisatie gaan. Het mooie is dat die band met de Rabobank is er nog steeds. Er zijn Rabobankers verspreid over de hele financiële wereld hier in Afrika. En overal kom ik ze tegen. En als je ook een Rabobanker bent geweest, dan ben je part of the family. Als je ook nog hebt gewerkt voor die internationale tak, dan ben je helemaal... It's like a fraternity thing. It's like a fraternity. Elke bank heeft het. ABN AMRO's mensen hebben het ook. Dat ze denken dat ze part zijn van een clan. Ja. Wat we doen... Maar hoeveel landen ben je in totaal geweest? Heb je dat allemaal opgeteld? Ja, over de hele wereld gereken, misschien 40. 40? Ik ben op dit moment gestopt met tellen. Ja. 40 landen. Maar wat doet dat met zo'n ziege van jou? 40 landen heb je gezien. Wat is je top 5 of die 40? Heel moeilijk te zeggen, maar ik heb wel een top 5 in termen van gewoon hoe ik het heb ervaren. Hè? Mm-hmm. En daarvoor moet ik zeggen, wat waren mijn toplanden? Omdat het heeft ook te maken met je persoonlijke groei. Burkina Faso, mm-hmm. omdat dat mijn eerste solo reis naar Afrika was. En de echte reis was waar ik leefde echt in een bubbel. You know, ik landde daar en ik had zoiets van, ik wil alles zien. Ik stapte op elke bus. Ik liep door de straten overal. En het was zo'n mooie ervaring. Maar die mensen, en het heet ook het land, weet je, van de honorable man noemen ze dat. En de gesprekken die ik daar had, de ervaringen met mensen, het gevoel van veiligheid. Dat is echt de prikkel geweest om al die andere reizen ook te doen. Snap je? Je bent in een van de armste landen ter wereld, maar... Er is zoveel te zien en daar kwam ook het idee in mij op dat ik op een andere manier naar Afrika moest kijken. Niet alleen van Megado, waar komen mijn voorouders vandaan, maar economisch gebeuren er ook dingen. Het is een continent van mensen, gemeenschappen en, you know, mm-hmm. be part of the African reality as well. Als ik je goed begrijp, Burkina Faso slogan is the honorable man? Ja, het land van de honorable man, het land van Thomas Sankara. Vertel eens een beetje daarover. Want Black History Month is al voorbij, maar je weet, voor ons Black History Month is every day. So feed us, sister, with the whole story behind the honorable man. Waarom ik dit ook vraag is, als ik naar Suriname kijk, denk ik van, wat is die slogan? Volgens mij zijn we er nog steeds niet uit. Zoals je het zelf zegt, het is soms goed om te kijken naar andere landen, hoe ze dat aangepakt hebben. Dus hoe is het verhaal gekomen van de honorable man, Burkina Faso? Ik denk dat je een paar stappen terug moet doen, hè? Kijk, mijn reizen, en dat is een beetje mijn voordeel geweest. Ik ben ook een beetje een history junkie. Ik vind het heel interessant om te weten hoe dingen tot stand zijn gekomen en waarom ze gebeuren.
toch? Dus toen ik naar Engeland verhuisde, en Engeland is waar ik die managers had die constant lastig viel met mijn Afrika-verhalen. Mm-hmm. Toen ik naar Engeland verhuisde, heb ik ook besloten om op Goldsmith University daar, op Goldsmith College, om daar avondlessen te volgen over Afrikaanse geschiedenis en cultuur. En een paar van die lessen waren heel economisch gericht. Wat was de rol van Afrika gewoon in de afgelopen 7000 jaar in de wereldgeschiedenis? En het was heel interessant, want dat plaatste mijn reizen in een context. Hè? Want anders ga je alleen en je eet het eten, je danst en zo. Maar om te weten op wat voor soort ancient civilizations sommige van die communities gebouwd waren. En dat hun cultuur soms duizenden jaren terugging. En dat is gewoon fascinerend. Dus Burkina Faso, dat gedeelte van West-Centraal-Afrika, daar heb je, weet je, de Song-dynastie, de Mali-empire. Dat zijn echt gewoon culturen die een paar duizend jaar teruggaan, gebruiken. En you know, you can take the money from the people, you cannot take their vibe away from them. Je merkt het gewoon aan die mensen, weet je. Het respect, als je gewoon gaat naar Senegal, de manier waarop die mensen lopen, zich kleden, de trots en dergelijke. Because it's based on thousands years of civilization. En niet omdat er 400, 500 jaar kolonisatie heeft plaatsgevonden en droogte wil zeggen dat het allemaal weg is. Wat het verhaal precies is achter het verhaal van de Honorable Man, I don't know, but for me it resonated. Omdat ik dat herkende. Ik kon in elk dorpje, hoe arm dan ook in Burkina Faso, neerstrijken en met jonge mensen, man en vrouw, onder een boom zitten en praten over wereldpolitiek. En ze konden je vertellen, Amerikaanse verkiezingen komen eraan, dit en dat gebeurt er in Irak. En dat was voor mij echt gewoon... Weet je, Surinamers zijn we soms een beetje introvert. Ja. We kijken alleen naar onszelf en wat gebeurt in Amsterdam. Maar dit waren echt wereldgesprekken. Mooi. En met zoveel kalmte, rust. En dat, ja, that to me was impressive. En dat is me altijd bijgebleven. Dus dat is land nummer 1 in termen van ervaring. Mm-hmm. Nummer 2 was toch Bahia, Brazilië, waar ik zeg maar het licht aanging. Terwijl ik daar zat in de candomblé, wat dus eigenlijk een wintipré is. En zoveel van mezelf herkende. En sowieso, dit zijn mijn mensen, dit is mijn cultuur. Dus ik ben verbonden met deze miljoenen mensen. En ik heb later natuurlijk veel meer andere culturen in de Amerika's ook gezien en bestudeerd. En begrepen van, hé, luister nou, die 300 jaar aan slavernij, yes, it was a scratch, you know? It was, ik wil het niet te niet doen, het treurnis en alles. But my friend, you know, we go back, way back. Dus dat was voor mij ook heel interessant. Ja. Mijn favoriete vakantieplek is Zanzibar in Tanzania. Mm-hmm. Ik ben geen strandmens. Maar sinds ik in Tanzania heb gewoond, in Zanzibar, ik kom tot rust aan het strand, zonsondergang, de golven en dat soort fatsoens. Dus als het allemaal te veel wordt, vind je meer Zanzibar. En Zanzibar heeft het beste slavernijmuseum van Afrika. Ja? Mm. Het gaat over Oost-Afrikaanse slavenhandel, but it is interesting en goed in elkaar gezet ook. Wat volgens jou maakt het het mooiste museum? Het maakt het beste museum omdat... Wij hebben geleerd om naar de slavernij te kijken vanuit 1 of 2 lenzen. Hè? Als mensenrechten schending, en dat zie je ook vaak ook in ons theaterwerk, van oh, ze hebben er gesweept, geslagen, gekapt. Dat is 1. En ten tweede, heel vaak krijgen we iets mee over het economisch systeem, de driehoekshandel. Wat we niet meekrijgen... is hoe integraal het allemaal was. En wat wil ik daarmee zeggen? Toen ik mijn scriptie schreef, bedrijfskunde, in mijn introductie heb ik aangegeven dat de VOC de eerste NV was ter wereld. Hè? Klopt. Het industriële karakter van de slavernij is de grondlegger geweest voor heel veel van de economische systemen en politieke systemen die we vandaag aan de dag zien. En het heeft, net zoals nu bijvoorbeeld olie een motor is van de economie, en zodat de olieprijs omhoog gaat, zie je het bij de Chinezen en dat soort dingen. Zo zijn ook heel veel dingen die gebeurd zijn toen de tijd met elkaar verbonden. En in Oost-Afrika, in het museum in Zanzibar, wordt het heel goed weergegeven. De verspreiding van de spice-industrie. Hoe het ook verweven is zeg maar, met de jacht op olifanten, het feit dat al die olifanten en de ivoor is afgeslacht. Ja.
hoe eigenlijk de Oost-Afrikaanse slavenhandel ook allerlei politieke invloed heeft gehad in het Midden-Oosten, India en andere delen van Azië ook. You know, nothing in history and society happens in isolation. En wat een onderdeel is ook wat een onderdeel zou moeten zijn van decolonisatie, van onderwijs, is dat wij moeten afleren dat slavernij, slavenhandel alleen ons stukje geschiedenis was. Helemaal. Die een impact op ons heeft gehad. Ja. It is een... Ja, maar het heeft ook... Het conditioneert ook op een bepaalde manier, hè? It's like a dead-end street, like we started there. That's all that we are. Maar als we verder gaan, dan zien we de rijkdom en de waarde ervan. Maar ja, eigenlijk als je het goed bekijkt, daarom is het ook zo dat die witman bepaalde dingen heeft weggehaald voor ons. Taal, ten eerste, identiteit. Het feit, ik had het laatst met Daryl Geldorp over. Hij doet stamboomonderzoek. En ik vind dat ook een heel belangrijk onderzoeksgebied van ons zijn. En dan zie je het verschil tussen the path that we take as black people. It stops somewhere. Bij de slavenregister, die eigenlijk helemaal niet klopt. En vandaar dat wij ook niet die identiteit ermee kunnen praten en zeggen van, hé, dit ben je. Dus ik begrijp het helemaal. Ik zou wel naar zo'n museum willen gaan. Wat kost het om naar zoiets te gaan in deze tijd? Als ik nu vanuit Suriname naar daar zou willen gaan, hoe ziet het kostenplaatje eruit? Je zou vanuit Suriname naar Amsterdam moeten vliegen, vanuit Amsterdam naar Zanzibar. Goedkoopste ticket vanuit Suriname naar Amsterdam is wat, €500, €700? Zoiets. Ja, vanuit Brussel vlieg je relatief goedkoop. Hotels zijn eigenlijk best te doen, dus misschien een extra €700 om in Zanzibar te landen. En wat kost het om in een museum, wat is zo'n entree voor een museum daar? Oh, dat is eigenlijk verwaarloosbaar. De kosten zijn heel erg beheersbaar. Okay. Daar, ik bedoel, je betaalt minder dan in Suriname. De cost of living is lager dan in Suriname. Oké. Even het rijtje afdoen. Je hebt het nu over 3 landen. Is er nog een ander land? Ja, het topland is grappig. Ik moet dan denken naar ervaringen. Ja, Rusland. Rusland is interessant. Omdat, Rusland heb ik bij het werk gedaan. Toen ik bij het World Economic Forum werkte. Ik maakte onderdeel uit van Global Leadership Fellows. Dat zijn dus 30 mensen die over de hele wereld worden geselecteerd om daar te werken. En je trekt 3 jaar met elkaar op en aan het einde mag je dus een land uitkiezen om naartoe te reizen. Wij zijn toen naar Rusland gegaan en hebben daar ook rondgereisd, deelstaten bezocht. Voor mij was het heel interessant, natuurlijk, om de Rode Plein te zien en de Orthodoxe Kerk te bezoeken. We hebben ook het hoofd van de Orthodoxe Kerk bezocht. Maar het confronteerde me met mijn eigen bias. Omdat je toch een bepaalde, net zoals wij, leren om op een bepaalde manier naar Afrika te kijken die totaal niet klopt. Maar ja, we hebben gelukkig nog misschien onze geschiedenis en cultuur mee om bepaalde dingen te ontcijferen. Had ik een bepaald beeld van Rusland dat totaal niet klopte. En om daarmee geconfronteerd te worden, was best wel interessant. Wat is het beeld dat echt helemaal is ontmanteld toen je daar aankwam? Verfijning van een cultuur. Russische mensen houden van goed eten, van mooi leven, mooie dingen. Weet je, het is niet allemaal boers en blokkerig en gewelddadig. Ik heb daar zo goed gegeten en zo gezond. Mijn god, allerlei kruiden, zoals gewoon soepgroenten met een dipje. Meestal als je me zag. Ik heb nog nooit zo gezond leven te eten beleven. Die mensen eten gewoon kruiden als niks. Weet je, maar verfijnd leven. Het was echt, ik denk van zo. Weet je? Nice. Dus mensen, even tussendoor. Hè. Dus mensen, dit is een uitzending via Zoom. Hè. Dus ik kijk naar Jennifer en als ze begint te praten van eten, je moet haar gezicht zien. Je leidt helemaal op. What's the thing with you and food? Want je wordt helemaal blij. Als je over kruiden praat en zo. Maar goed, het is ook grappig. Kijk, ik kom ook uit die periode van economische malaise en dat er geen brood was en geen melk en al dat soort dingen. Dus je moet nagaan, ik was een kind geboren in de jaren 70. Mijn beloop, mijn chocolade en mijn ijsappel en all of a sudden it wasn't there anymore. You know, en schaarste benakkie. Voor mij als kind was het traumatisch. Dus dat is één. Maar het volgende is ook, vooral als Surinamer,
als je over de hele wereld begint te reizen, herken je Suriname vanwege het voedsel. Ik weet nog de eerste keer toen ik in Indonesië landde, mi God, mi Jezus. Mm. Ik heb alles besteld wat op die menukaart was. Alles. Het is zo gek als je, weet je, Indonesië bent en dan zie je nasi goreng en dit en dat. India was helemaal een fatu. Op een gegeven moment in het hotel, ik was daar voor mijn werk. En die chef, die kok, die kwam uit de keuken om te kijken wie die zwarte vrouw was die rauwe peper at. Want ik had zoiets van, breng me gewoon die lala peper. Ja, deze. Nee, maar die peper van hun is echt op een ander niveau, of niet? Nee, het valt wel mee. Als je uit het Caribisch gebied bent, kan je niet onder de indruk raken van peper in India. Oh. Want diezelfde peper hebben die mensen voor ons meegenomen. Dus, Het was, ja, want mensen van India's eten is peper, alles peper. Ik heb zoiets van, Ik kom uit het Caribisch gebied, my dear. En in West-Afrika hebben ze ook peper eten. Mm-hmm. En meestal als je naar Ghana gaat, peanut stew. Fufu, ik ken dat, ja. Is lekker toch? Maar weet je wat zo lekker is ervan? Dat je met je handen kan. En dat vind ik het heerlijkst. En dan patja je het zo met je handen. En ja. Dan als je het met okra stew eet, dan slijmt het zo. Dan valt het zo je veel meisje. Echt, als ik naar Ghana ga, moeten mensen voor me bidden. Want bijna mijn kier misreef. Maar hoe ga je daar om met wat, je eet best wel veel. Gelukkig, ik heb een kleine maag. Dus ik eet de hele dag door, maar niet veel. Maar COVID was slecht voor me, want ik ben veel kilo's aangekomen. Maar goed. Ja, nou. Hoe ga je daarmee om? Vroeger, ik heb een tijdje gehad dat ik heel sportfanatiekerig was. Ging elke dag naar de sportschool en zo. En nu is het een beetje, weet je, ik heb een beetje gejaagd leven, toch? Gehaast, rennen steeds naar de airport. Dus die drukte houdt je ook wel een beetje in toe. Maar ik moet nu echt op beginnen te letten, want het begint weer redelijk te worden. Wat we doen. Waarmee ben je bezig? Met welke projecten ben je bezig? Dus ik ben nu de managing director, maar ik ben acting. Acting wil zeggen waarnemend, managing director voor de grootste agrarische conferentie in Afrika. Die trekt tussen normaal voor COVID, tussen de rond de 3.500 mensen. Sinds we COVID hebben, zijn we dus hybride. Dat wil zeggen dat we online ook mensen verzamelen. En daar zitten tussen de 8.000 tot 10.000 mensen die dan inloggen. En deelnemen aan een 3 tot 4 daagse conferentie. Ja. Dus it's a heavy lifting. Je werkt met heel veel presidenten, ministers, bedrijven, instituten. Dus je bent constant bezig met best wel senior leadership across the continent. Dus het is niet... laat ik het zo zeggen. Het is heel belangrijk dat het Afrikaanse continent, en dat zijn abstracties, want Afrika bestaat uit zoveel landen, maar dat het wel een stem heeft in de wereld. En plekken en spaces heeft waarbij de stem, de prioriteiten, de urgencies, maar ook de activiteiten van dit continent en haar leiderschap belicht wordt. Dus het is voor mij ook gewoon qua passie heel belangrijk om met dit soort zaken bezig te zijn. Wat ik veel heb gedaan is publiek-private partnerschappen, overheden, bedrijven bij elkaar brengen om investeringen te mobiliseren voor de agrarische sector. En ik zie dit platform als ook een opportunity om dat verder te doen. Wat heb jij met Kofi Annan? AGRA, de organisatie waar ik voor werk, is opgericht door Kofi Annan. Het is opgericht van 20 jaar geleden. Kofi Annan is natuurlijk de secretary-general geweest van de UN. Nadat hij secretary-general af was, wilde hij zich graag inzetten voor het Afrikaanse continent. En een van de dingen die hem en andere leiders ook dwars zat, was dat die groene revolutie, zeg maar, waarbij continenten een groeispurt doormaken om zichzelf te voeden en landen zelfvoorzienend worden in voedselvoorziening, die moet in Afrika ook gebeuren. En waarom gebeurt het niet? Dus hij heeft met dat idee rondgelobbyd en dat idee is een organisatie geboren, AGRA. En ons doel is dus eigenlijk om met financiering, we geven dus grants uit en dergelijke voor projecten, door middel van projectfinanciering te proberen die agrarische sector in Afrika in een groeiversnelling te brengen. En daar hebben we afwisselend succes mee gehad, ook geleerd van dingen die niet werken en gegroeid ook in visie en concept, maar dat is de link. Maar meneer Annan ken ik van mijn werk van de World Economic Forum. Mm-hmm. Ik woonde om de hoek bij zijn kantoor in Zwitserland. En ik heb hem dus leren kennen toen ik bij het World Economic Forum werkte. Weet je, heel rustige, bedachtzame man.
maar wel met een visie over wat ik graag wilde voor het continent. Hm. Wat voor wereldleiders heb jij gewoon gesprekken mee? Noem wat namen. Ja, dat is het mooie van dit werk, hè. Het is heel moeilijk om namen te noemen. En de reden waarom? Ja. Kijk, ik wil niet... Ik heb veel wereldleiders ontmoet. Ja. Ook captains of industries. Met sommigen hele goede band opgebouwd. En sommigen zijn ook mijn mentor. Ik werk nu met twee geweldige mensen samen. Dr. Kalibata, die de voormalige minister van agrarische zaken uit Rwanda is. En de president is van Agra, maar ook de chairperson van Agra. Dat is de voormalige prime minister van Ethiopië. Mm-hmm. En ja... je werkt heel veel met die mensen samen en je leert ze kennen, hun passies, hun visies. Je hebt soms ook hele interessante gesprekken met ze. Maar het is heel moeilijk to kind of like kiss and tell, omdat je ook die discretie maakt op, weet je, dat jij een vertrouwenspersoon bent of een persoon die in hun omgeving werkt, zeg maar. Maar ik wil wel even iets vertellen over een lunch die ik heb gehad een paar maanden geleden in Ghana, mm-hmm. met oud-president Kufuor en de prime minister. Van een voormalige prime minister van Ethiopië. En het was heel interessant, want op een gegeven moment zat ik daar in die lunch. Het was een hele kleine lunch, we waren maar met 6 of 8 mensen. Mm-hmm. En toen dacht ik van, ja, dat ben ik toch wel, weet je, dat meisje van Frimangrong, wiens voorouders, dan ben ik dan door zo'n lange weg, Suriname, Europa, dan zit ik toch wel hier mooi in Ghana, bij twee voormalige giganten van dit continent, gewoon te praten en hun reflecties en ervaringen aan het delen. Ja, en dan ben je bigismas. Doe je toch even een schietgebedje naar je bigismas. Because, you know, you have to be their wildest fantasy. Wat we doen. Oké, we hebben het gehad over het zakelijke. Maar nu die andere kant. Je zegt je hebt een partner. Want je hebt het zo druk. Hoe combineer je dat met een relatie? You know? Ja, het is, je moet vooral mensen zoeken die jouw journey begrijpen en dat ondersteunen en daarin willen meekomen, snap je? Mm-hmm. Mensen die al te veel aandacht eisen en vragen, dat vind ik heel vermoeiend, want als zou ik het willen, you know, my attention span is so short. Oh God. De enige die me, weet je, het is niet alleen in relaties, maar ook gewoon over het algemeen. Het is, weet je, mensen realiseren zich niet altijd als je heel high energy, high pace leeft constant. Is het voor de verademing soms even leuk om laid back te zijn, maar na een paar uur gaat het vervelen en na week is het heel vervelend. Snap je? Dus ik denk dat het belangrijkste is dat je mensen om je heen moet verzamelen die je journey begrijpen. Dat is één. En dat ook ondersteunen. Hè? Mm-hmm. Een tweede is ook... als ik kijk naar mijn partner ook, weet je, hij doet ook zijn eigen ding. Nu wonen we in 2 landen, maar hij zit in Kenia. Mm-hmm. Heeft een restaurant. Hij is bezig een tweede zaak te openen. Iemand die een compleet persoon van zichzelf is met zijn eigen passie. En zijn eigen aspiraties en ambities. Weet je, en ik ben wel iemand, I'm a dreamcatcher. Als jij een droom hebt en een passie, ik ga door het vuur om je te helpen om het waar te maken. Because it's part of my bigger philosophy in life. Elke Surinamer moet je behandelen alsof ze goud waard zijn en you have to translate them in the best they can be because we are our ancestors' wildest fantasy. Right? Yeah. Dus zijn succes is ook mijn succes en zo ziet hij dat ook omgekeerd. Hij woont in Kenia en jij woont? Ik zit nu heel veel in Rwanda vanwege mijn nieuwe functie. Mm. Het is 1 uur vliegen van elkaar, maar ja, nu met COVID is het heel ingewikkeld en met files. Dus dan ben je toch een kleine 5-6 uur onderweg. Mm-hmm. Maar laat me niet overdrijven, 5 uurtjes onderweg. Mm-hmm. Maar het is maar 1 uur vliegen. Maar ik zit 3 weken per maand zit ik in Rwanda. Maar Jennifer, mm-hmm. dus he into food too? Ja. Yeah. Nee, maar dus hoe heb je hem ontmoet? Kan je ons dat vertellen? Like, how does Jennifer, this busy woman, you know? Like, en hoe komt een man naar je toe? En ik kan me voorstellen dat ze een beetje geïntimideerd is. Van, hey, this is a strong woman here. Je moet van goede huizen komen om met jou aan de slag te kunnen, of niet? Ja, ik weet niet. Het grappige is, we zijn door mijn beste vriend aan elkaar geïntroduceerd. Ah. En het was heel grappig, want
En die zit in Nederland. En die had altijd al zoiets van... Jennifer, je moet deze mattie van me ontmoeten. En ik had altijd zoiets van... Ja, je hebt gelijk, maar ik heb geen tijd. En op een gegeven moment, ja... ik dacht, het was een gezamenlijk etentje. Hebben we elkaar ontmoet. En dat is het grappigste. Ik maak ook wel eens af en toe grappen. En dan zeg ik van, jongen, ik heb de hele wereld afgereisd. I wined and dined with kings and presidents. En dan eindig je eigenlijk met de guy next door. Want blijkt, zijn vader en mijn vader, die zijn collega's, oud-collega's geweest in de politie. Dus toen hij zich ook ging voorstellen, zeg maar, in Suriname thuis met zijn vader en de Wanda-team. Toen bleek dat het, weet je. Ja, en dan weet je, Surinaamse gemeenschap is klein, dus die drinken uit elkaar. Dus dat is wel grappig. Maar ja, ik vind het moeilijk uitleggen. Ik denk dat het een gedeelte ook te maken heeft met gewoon ready zijn. Ik was zo bezig met wat ik zei met mezelf. Niet vanuit een egoïstisch standpunt, maar er zat zoveel in mijn hoofd, in mijn lijf en ervaringen die ik I had to realize it. Bijvoorbeeld, ik wist ik moet in Afrika werken. En dat gaat ook gebeuren. En ik wil dit en dat gaan doen en dat gaat ook gebeuren. En dan is er niet veel ruimte voor een ander verhaal. En ik was vroeger niet zo flexibel. Wat we doen. Vrouwendag is net geweest. En als we kijken naar sowieso het concept van Vrouwendag, wat vind je daarvan? Dat is 1. 2. De stigma of women in business. En vooral jij bent in bankwereld, mannenwereld. Weet je, de stigma is meestal van, en ook van de zwarte vrouw. Jaja Uma, een beetje bitter, een beetje agressief. Hoe heb jij dat ervaren als we kijken naar relaties met mannen in de liefde? Nou, een paar dingen. Hè. Kijk, je moet ook kijken naar qua tijdslijn. Ik was 15 toen ik uit Suriname vertrok. Dus ik heb van Suriname heel veel meegekregen. Het is nog steeds van invloed, maar ook mijn eigenlijk tiener en puberteit voor een groot gedeelte in Nederland meegemaakt. En ik ben net als met dat zoveel Afro-Surinaamse vrouwen echt opgegroeid ook met het idee van, weet je, je diploma is je eerste man. En ook een hele onwezenlijk beeld over hoe een man-vrouw relatie eruit zou moeten zien. Het grappige is, mijn ouders hebben eigenlijk een heel harmonieus huwelijk gehad, snap je? Dus in mijn directe omgeving, ik heb het niet daarvoor, maar gewoon in de Surinaamse cultuur zit het een beetje ingebed. Als vrouw kan je maar ervoor zorgen dat je op je eigen benen kan staan, want je hoeft op niemand anders te rekenen. En dat was vanaf het begin wel heel sterk ontwikkeld bij mij, hoor. Die zelfredzaamheid. Maar ook omdat het mijn moeder was die gaf boekhouden of zo op school ook. Dus gewoon het financiële gedeelte, dat je zaakjes, je educatie, je geld, waren echt belangrijk voor haar om mee te geven. En ik ben heel beschermd opgevoed. Ik bedoel, ik ging niet alleen naar familiefeestjes en huisfeestjes en de Wanda-tie, toch? Dus maar naar hing en club en dat soort dan me nooit meer zien. Dus, en ik ben op een meisjesschool gegaan. Kan je je voorstellen? Oh. Lagere school, meisjesschool. Dus voor mij waren jongens... Welke school was het? Ik ben naar de Agnes-school gegaan, alleen meisjes. En toen kwam ik op de Christus Koningsschool en dan kwam ik met jongens te zitten in de klas. Nou, dat was een beetje een traumatische ervaring, want ik vond de kinderachtig. Weet je? Ja. En ik was altijd een beetje een strebertje. Ik ben van nature eigenlijk een nerd. Hè? Ik zeg mensen ook, laat je niet afleiden door het uiterlijk. Ik ben diep van binnen een nerd. No, ik zie die nerd wel, hoor. Ik zie die nerd wel, hoor. But it's a sophisticated, very tactical nerd, you know? Yeah. I only care about getting the job done. You know? Dus ja. Dus het is, ik ben heel erg gefocust op de job en het werk. En weet je, daar krijg ik een kick van. Ik wil van lezen. Dus voor mij, eigenlijk moet ik eerlijk zijn, groeien op met de gedachte dat een man eigenlijk een afleiding is van datgene wat jij moet doen om het beste uit jezelf te halen. Ik ben nooit echt opgegroeid met mijn god. Een keertje moet ik trouwen met een mooie witte jurk en dat hele romantische Valentijn handje vasthouden. Ik zag elke man als tiener als een potentieel gevaar, snap je, die me met een ongewenst kind zou achterlaten. En it's not healthy. No. Weet je, reflecteren denk ik, it's not healthy. Leuk en aardig, maar dat moeten we eigenlijk daar moeten we eigenlijk aan werken. Ik begrijp waaruit het voorkomt, zelfredzaamheid. En kijk, het zelfbeschikkingsrecht van de Afro-Surinaamse vrouw. Weet je, kijk, ik leg het mensen ook altijd uit. 300 years of slavery maakt dat elke zwarte vrouw, de meeste Surinamen kunnen opstaan en zeggen van, dit is hoe ik mijn leven ga inrichten.
de groeten. Ja. Je weet toch? Ja. Maar soms, het heeft zijn grenzen. Mm-hmm. Het kan geen levensstijl zijn dat je op alle vlakken, you know, all you women independent bent. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik was zo gefocust op wat ik wilde bereiken en was daar heel door gefixeerd. En dan niet bewust, maar voor iedereen in je leven ze dan of aanpakken of aanpassen of wegwezen. En ik ben altijd 2 keer zo ambitieus geweest als de meeste mensen die ik ben tegengekomen. Dus het is niet alleen een kwestie van mannen om je heen, maar ook, weet je, andere soort relaties. Mensen haken af. Als ik het zo hoor, dan heb je wel hier en daar wat mensen gepenigd. Dit is het grappige, ik zou het niet weten. So you just leave the territory of... Hi boy. Nee, maar eerlijk. Vanuit als je jezelf zou zetten in hun... Like bepaalde mensen die je lief zijn geweest. Dat je achteraf denkt van... eigenlijk kon ik dit wel anders hebben aangepakt hoor. Heb je dat niet? Ja, maar... Het hoort erbij. This is the thing. Je kan altijd terugkijken en proberen ervan te leren. Mm-hmm. But, you know, het is soms heel moeilijk uit te leggen aan mensen. If there's a fire burning inside of you and taking you into a certain direction, dan moet bijna alles wijken. En ik ben in sommige zaken heel rigide geweest. Niet alleen relaties hoor, maar ook, ik kan me herinneren, mijn moeder vierde een keer bijari. En weet je, iedereen vroeg me, ga je naar Suriname? En ik zei tegen mensen, ik heb geen geld. Dus ik begrijp niet waarom iedereen me die vraag stelt, snap je? Ja. En dat op een gegeven moment zelfs al oma belde en zei van, Jennifer, als je geld wil lenen, weet je, is toch een bijzondere dag voor je moeder. Maar ik zei, ik heb geen geld. Ik weet niet waar jullie het over hebben. Die verjaardag is voorbij gaan. Mijn moeder heeft nog gezegd, ik zei er later, vond je het erg dat ik er niet was. Ze zei, ik keek wel, ik dacht misschien ga je me komen verrassen op die dag. Maar weet je, ik was heel rigide vroeger. Mm-hmm. Ik ga me niet naar dit, dan gaat het hele feest niet door. En achteraf, nu ik volwassen ben, ben ik anders. Dus denk ik van ja, het was toch, weet je, een heel bijzonder moment voor de hele familie. Misschien had ik erbij moeten zijn en zo. Maar ik was echt rigide vroeger wat geld betrof. Mm-hmm. Of weet je, gewoon over bepaalde principes was ik heel rigide van nee. Wat we doen.
wat we doen. Als ik je zo hoor, ben je niet van het lenen, zo 1, 2, 3. Nee, ik ben van het investeren. Mooi. Je leent, zodat je er een return of investment op kan krijgen. Maar lenen om te consumeren... Maar als nu moesje van Efraim Zegenaar luistert, die man die zijn drie kinderen heeft, die hosselt, weet je, elke dag zijn ding moet doen. Mm-hmm. Of de boer van Saramaka. En dan heb je het over jouw doel is investeren. Wat is het beste advies dat je aan zo iemand kan geven? Het advies dat ik zou geven is eigenlijk het volgende. 10 jaar geleden, zo mijn advies echt zei, was ik heel rigide. Ik was bijna een Calvinist. Snap je? Geef niet. Je gaat nog nooit met dure merken en al dat soort dingen zien. Ik vind het gewoon onverantwoordelijk om als professionele of goed opgeleide zwarte vrouw to flaunt it all. Alsof dat ook onderdeel is van je identiteit that you've made it, right? Je gaat me daar nooit mee kopen, mijn mooie dingen. Mm-hmm. Dat je gaat me nooit met merk zien. Ik heb niks tegen mensen die merk dragen, maar ik weet wat het gevaar kan zijn. Als ik succes begin te symboliseren als dure dingen hebben. Snap je? Mooie ervaringen. Gerespecteerd worden. Dingen zien, landen bezoeken. Ja, dat zeker. Want dat zijn ervaringen die je opbouwen en laten groeien. Maar ik heb daar altijd voor gepast. Je zal ook van mijn familie horen. Dat zeker in het begin. Mijn moeder schaamde zich soms dood als ze me kwam halen op standerij. Mm-hmm. Dan schept ze tegen iedereen op. Mijn dochter studeert in Holland. En dan kwam ik in mijn t-shirt. En het is een heel bewuste keus geweest hoor. Heel lang. Because that's not the image I want to portray of what success is. Beautiful. Maar nu ik iets ouder ben, zeg ik, luister, wat ik echt elke Surinamer gun, is dat ze hun wereld leren begrijpen. En ik zeg dat bewust, omdat ik kom hier en ik echt in heel veel uithoeken, in dorpen, ik ben op veel fora's en dergelijke. En wat ik ook uitlegde van Burkina Faso, de gemiddelde persoon hier begrijpt heel goed hoe de wereld in elkaar zit. En hoe die wereld zijn economisch welzijn beïnvloedt. Welke keuzes worden gemaakt, wat voor impact corruptie heeft, hoe prijsstijgingen doorwerken en dergelijke. En hun eigenlijk disempoweren, zodat zij geen vat kunnen hebben op hoe hun leven in elkaar zit. Ik krijg heel vaak het gevoel in Suriname dat dat bewustzijnsniveau nog niet zo sterk ontwikkeld is. Als jij daar iets aan zou moeten doen, en het maakt niet uit in wat voor vorm, hoe zou jij het aanpakken? Dat je toch wel deze conditionering krijgt, want je hebt het eigenlijk over een conditionering, een change of a mindset. Het is heel moeilijk, want kijk, wat je wel hebt in Suriname en wat je bijna een paar decennia minder hebt in Afrika, is die volatiliteit, zoals ze dat zeggen. Hè? Dat je bouwt 5 jaar op en dan word je 10 jaar teruggeworpen. Ja. Die Surinaamse economie is in my lifetime 4, 5 keer al in een crisis gegooid. It does something to people, their mindsets. Weet je, de generatie van mijn ouders had een visie over wat economisch welzijn betekende. Je zorgt dat je goede opleiding hebt, je krijgt een baan en op een gegeven moment komt er een auto, dan een erf, dan een huis. Toch? Mm-hmm. En dan hoeven mensen geen economen te zijn. Maar ook dingen zoals bijvoorbeeld je wil een feest geven, cash money en al dat soort dingen. Als op een gegeven moment je generaties hebben die iedere keer schoksgewijs teruggeworpen worden met hyperinflatie, all of that skillset begint te verdampen. En mensen krijgen dan een soort attitude van tegelijkertijd alibi moest libi, maar zonder dat men besef heeft voor what it takes for that libi to be libi. Mm-hmm. En dat zie je nu ook in Suriname terugkomen. Men kan niet relateren wat nu gebeurt met wat 5 jaar geleden misschien de trigger is geweest. En ik zie, weet je, ik vind het heel jammer, want ik zie allerlei theorieën over en weer geslingerd worden, waarvan ik gewoon weet, ook soms in behoorlijke media, waarvan ik weet, weet je, in de landen waarin ik werk in Afrika is dat niet mogelijk. People know how their economic systems work. Mm-hmm. Snap je? En ze weten ook wanneer mensen zo'n rotzooi verkopen. Mm-hmm. En ze weten ook wanneer mensen dingen hebben gedaan die een impact hebben op hun leven. Maar niet alleen, het gaat dan niet alleen om politici, hè? Het gaat ook dan om de keuzes die je maakt in je leven. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, als je SRD-inkomen hebt, kan je niet in dollars gaan lenen. Simpel, basic understanding hoe je economisch systeem in elkaar zit. Mm-hmm. Wat we doen. Oké, we hebben het gehad over, weet je, je upbringing, de invloed die je hebt gehad, wat je hebt meegemaakt in de wereld toen je aan het reizen was, wat je daadwerkelijk doet nu, met wie je allemaal te maken hebt. En dan heb je te maken met die bakkapissie van het verhaal, toch? Want dingen gebeuren niet zomaar. Hoe implementeer jij het cultureel zijn in je alledaagse?
Heel interessant, want vroeger was het bij mij ook inderdaad kleine rituelen. Hè? Altijd lopen met je Florida water. Oh. Praat met je voor elke meeting. Ja, meisje, COVID heeft voor een Florida watercrisis gezorgd, want ik kon niet reizen. Dus er was geen Florida water. En je blozel, snap je? Je blozel en je Florida water. En vaak zat het in rituelen, maar ik moet eerlijk zeggen, naarmate ik verder van huis ben, ook fysiek en langer van huis, zit het er anders uit. En ik vertaal het meer gewoon in concepten en een bepaald soort filosofie. Laat me uitleggen wat ik bedoel. Je kan niet zeggen dat je cultuurbewust bent als je niet investeert in mensen. En voor mij, elk ritueel is niet zeggend als je Surinamers en ook mensen uit Afrika niet met respect behandelt. Het kan me niet schelen hoe mooi je kotto is, hoe mooi je kalabas is. Als je niet elke Surinamer waardeert alsof ze goud waard zijn, zeggen jouw rituelen me niks. Dus ik zie mijn cultuur meer terugkomen in wat ik eerder zei. Hè? What are you giving back to your community? Hoe ga ik om met de mensen in mijn omgeving? Snap je? Mm-hmm. Ik heb hier de privilege om te werken met zoveel Afrikaanse leiders, maar ook met jonge mensen uit verschillende landen. En het is belangrijker hoe ik met ze omga. En ik heb er vroeger niet altijd bij stilgestaan. Ik was, weet je, een go-getter. De doelen moesten gehaald worden. En als ik tegen je moet schreeuwen en wie die moet krijgen, dan gaat het gebeuren. Mm-hmm. Nu ben ik wat bedachtzamer. En dat wil niet zeggen dat ik minder streng ben of minder vervelend als een manager. Maar ik realiseer me wel dat bepaalde dingen groter zijn. En dat de legacy you leave is in the people. You know? Yeah. Not in the buildings and the symbols and the rituals. It's really, can you impact and inspire people? En als je dat doet, door middel van schrijven, door middel van mensen coachen, met ze werken, dingen neerzetten, it's fine. But, weet je, het kan ook te maken hebben met leeftijd, hoor, dat je anders naar dingen gaat kijken. Ja, toch? Want als ik je zo hoor, wat waren de twee grootste verbeterpunten dan van jou? Je zegt het zelf, het maakt me geen minder vervelende manager. Dus ergens weet je dat je vervelend bent. You know, ergens. Ja, zonder druk, zonder wrijving, geen glans. Dus hoe noemen ze Jennifer op de werkvloer? What type of leader are you? Oh, het was grappig. In het verleden kwam iemand toevallig die met mij had gewerkt in Zwitserland. Die kwam in aanraking met een andere collega van me. En die zei, een hedendaagse collega, en die zei van, oh, I know Jennifer from way back. She was always into every little detail. Maar ik denk dat het anders is. Ik denk dat de eerste fase van mijn leven was ik vooral bezig net een spons alles te absorberen. En het was vooral, ging het om mijn eigen persoonlijke groei. Niet uit egoïsme, maar gewoon uit, you know, je bent een vrouw, een jonge vrouw uit Suriname, Paramaribo, wat heb jij nou meegemaakt? En door heel veel exposure te krijgen aan de cultuur en het continent waar je uit voortkomt, andere ervaringen, ben je constant bezig, you know? It's like, alsof je in een Disney movie bent, Alice in Wonderland. Of SpongeBob. Ja, je bent constant bezig eigenlijk. Je te verwonderen, te groeien, je te geïnspireerd te voelen en al dat soort dingen. Mm-hmm. Op een gegeven moment ben je als spons bijna vol, zeg maar. En dan gaat het er weer om van oké, maar wat geef je dan terug? Soms ook in hele micro-relaties. Precies. Hoe ga je met mensen om? Weet je, wat voor indruk laat je op mensen, met wat voor gevoel laat je ze achter? Mensen, aan dat soort dingen dacht ik vroeger niet, hoor. Ja. Als ik een doel had, ik was net een bulldozer. Hmm. En dat was ook onderdeel van mijn succes. Hè? Mensen weten mijn energie, mijn passie. Hey, als je op één lijn met me bent, I will deliver. You know? So in your line we hear a lot, Jennifer gets the job done. Ja. Yeah. Lovely, hè? Ja. Ik vind dat een van de mooiste complimenten die mensen je kunnen geven. Nee, maar mooi, man. Wat we doen. Hoe zou het komen? Want kijk. We hebben het over voeding. Voeding van de mind. Mm-hmm. To be able to make certain decisions. Right? Mm-hmm. En dan heb je een voorbeeld van Afrika. They're well informed. You know, als we op schaal kijken. En in Suriname is dat anders. Dan, wat zijn de invloeden die dan anders zijn dat dat teweeg brengt? Is het de informatie die ook het volk krijgt? Ligt het aan onze nieuwsgierigheid? Want als we daarbij blijven, je weet niet, zoveel mensen zijn nieuwsgierig naar hun geschiedenis, nieuwsgierig dingen uitvinden. Maar daarom hebben we de media bijvoorbeeld, theaterstukken, bepaalde dingen om deze mensen te voeden. Wat is zo verschillend dan in Afrika en Suriname?
Dat is een heel interessante vraag. Ik heb er niet 1, 2, 3 antwoord op, maar ik kan er wel over speculeren en een beetje over brainstormen. Hè? Kijk, als ik ook een beetje terug in de tijd, en vergeet me, want wat er nu gebeurt in Suriname, in gezinnen en huishoudens, dat is een beetje duister voor mij. Ook vanwege COVID, er wordt niet veel gereisd, heel veel obscure informatie over wat er nou echt gebeurt en wat mensen hun mening is. En dat is ook een gevolg van social media. Ik denk dat een aantal dingen spelen. In elke samenleving krijg je informatie mee, het zij via je formele educatie, informeel, over hoe je zelf als mens kan ontwikkelen. Door educatie, door geld, door leningen en dergelijke. Iedereen in dit land waarin ik zit kan een lening krijgen. Als het niet via de bank gaat, zijn het woekerleningen via kleine handelaren en dergelijke, kasmonie-achtige zaken, weet je. Als je een samenleving hebt die op een gegeven moment disruptie meemaakt en heel veel schokken, kunnen sommige van al die informele systemen wegvallen. Want met die informele systemen komt ook een bepaald soort opvoeding en ervaring mee. Snap je? Vroeger, al onze ouders zaten toch in kasmoni. Mensen hadden toch ook besef van, it takes 12 months to work. Als ik over 2 jaar mijn verjaardag wil vieren, dan moet ik ABC doen. Ja. Snap je? Er zijn toch ook bewuste acties ondernomen om bankieren laagdrempelig te maken voor mensen. Je had spaarcoöperaties, je had de landbouwbanken en coöperaties die werden opgezet. Snap je? So a whole community is being educated on how to prosper. Weet je, percelen aankopen en aanschaffen en dergelijke. Ja, natuurlijk was er vroeger ook fraude en oplichting, maar dat was toch een beetje meer straightforward. En kijk, als op een gegeven moment instituten beginnen te verarmen, weg te vallen. Je hebt ook, weet je, de opkomst van de drugseconomie, die vandaag ben je arm, morgen ben je rijk. Dan verwateren bepaalde... verwaterd gewoon bepaalde kennis en bepaalde structuren en systemen. Is eigenlijk, als ik je goed begrijp, is niet alleen zeggen van, hey, dit moet je zo aanpakken, maar ook de faciliteiten aanbieden om het te kunnen doen. Om het tastbaar te maken. Ja. Dat is het verschil dan, want in Afrika is dat eigenlijk dan nog steeds zo. Dat de mogelijkheid er is. Ja, en het is niet geavanceerd genoeg, het is er niet wijdverbreid genoeg, het is niet systematisch genoeg, maar het is er. Als ik hier aan de gemiddelde persoon vraag, hoe start je een bedrijf, kunnen ze meteen uitleggen de 5 dingen die ze doen. Je zoekt een vermogend familielid, vermogend buur, je kan naar een rentenier gaan, zeg maar, die leningen geeft, de bank is alweer misschien een stap te hoog, je kan in bepaalde coöperaties stappen. Als je bijvoorbeeld hier taxichauffeur wil worden, zijn hele coöperaties of buschauffeur die dat allemaal regelen. So you know there's a pathway towards it. En ik wil duidelijk maken, het is niet alleen iets dat Suriname, we hebben toegezien met de financiële crisis in 2008, toen de hele hypothekenmarkt ook instortte, dat financial literacy, weet je, dat het een groot probleem was in de Verenigde Staten. Mensen hadden leningen aangenomen waarvan ze bij God wel niet weten wat het was en hoe het in elkaar zat. En als je terugkijkt, Suriname heeft eigenlijk pas de afgelopen, wat is het, misschien 20 jaar, een systeem van geavanceerde leningen. Ja. Snap je dat je allerlei dingen op huurkoop kan kopen en al dat soort dingen? Maar het moet komen met ook een educatie van je samenleving en bescherming van je samenleving soms tegen zichzelf. Ja. Nederland heeft hetzelfde meegemaakt toen studenten op een gegeven moment alleen maar konden lenen en geld krijgen. Weet je, mensen bij BKR zijn geëindigd. Of toen je met je telefoon toch op afbetaling kon bellen. Ik had het zelf. Ja, dat ineens je rekening van 5.000, je bent 20 jaar en je hebt gewoon 10.000 euro schuld of 10.000 gulden schuld. Ja. En dan zie je een reactie uit die samenleving, de overheid en dergelijke, om naar mensen to educate them en om ze ook te beschermen. Toch? Maar als je instituten niet meer voldoende functioneren, dus zowel je sociale als je maatschappelijke en overheidsinstituten, dan groeien mensen op in een soort leemte. Toch? Ze zweven. Ja. Crystal clear. En dan gaan we allemaal wallet doen. Snap je? Dus dat vind ik soms jammer. De spaarzaamheid, ken nog van de biesmaatschappij en dergelijke, vooruitziening. Omgaan met schokken en dergelijke. We moeten dat niet onderschatten. Hoeveel daarvan verwaterd. Wat we doen. Wie zijn jouw voorbeeldfiguren? Interessant. Het is altijd heel moeilijk om te zeggen 1 persoon. Ik zie vaak kenmerken in verschillende mensen die mij inspireren, die mij happy maken, weet je?
Ik heb altijd het geluk gehad dat ik vaak managers had die heel inspirerend waren, weet je? Of mensen in mijn werkomgeving, als ik kijk naar mijn voormalige CEO in Tanzania, Jeffrey Keringer, dat hyperintelligente man, gepassioneerd over zijn land. Mijn voormalige chairman van een bedrijf in Tanzania. Echt een Afrikaan die zoiets had van, pardon, hoe bedoel je onze zienswijze hier zijn niet goed genoeg? Die zei toch? En dat ook gewoon tegen mensen zei, hè? Maakt niet uit wie je was. Dat was Salom Shamte. Hij is overleden helaas, maar zo trots. Wow. Dat weet je, ik heb daar heel veel van geleerd. Echt een privilege om te werken met mensen. Weet je, je moet niet vergissen, ze waren de eerste of tweede generatie van hun land na de onafhankelijkheid. They were the best that their country has to offer. En hun families en hun overheid hebben ervoor gezorgd dat ze de beste opleidingen van de wereld kregen. And they all returned to build their country. En dat je dan het privilege hebt om als jonge vrouw met dat soort zware mannen en vrouwen te werken. Hey, that's a vibe. Yeah. Ja, dat is heel mooi. Mm-hmm. Weet je, die hebben dingen gezien en die hebben hun land zien opbouwen van praktisch niks naar de kolonisatie tot whatever they made of it. Mm-hmm. En het is allemaal mooi, but it's progressing. Yeah. Weet je? Yeah. Dus ik kijk naar kwaliteiten van mensen echt om me heen. In Suriname, Sigmund Stappors, de eerste vrouwelijke minister van Suriname en de huidige voorzitter van NACS. Mm-hmm. Vind ik ook zo'n interessante vrouw, standvastig, hardwerkend, recht door zee. Maar het zijn verschillende mensen, in mijn familie ook. Weet je me ook inspireren? De nieuwe generatie die opkomt, mijn nichtjes en neefjes. Mm-hmm. En het mooie is, je ziet de lichaamstrekken van jouw ouders. Mm-hmm. En de karaktertrekken zie je gewoon nu terug in kleine kinderen. Je zag het toch? Ik heb een nichtje. Is eng, hè? Preken mijn moeder. Is eng, hè? Ja! Ik weet. Dat je helemaal zo kijkt en denkt van, nou hoe? Je zag het toch? En het is zo eng om gewoon te praten met een kind van 5 en dat kind lijkt op je moeder. Of nou, hoe oud is het ineens? 3. Dat kind lijkt gewoon op je moeder. Wow. Wat je echt zo is, fuck. You know? Yeah, ancestry, ja. Yeah. I'm telling you. Dus dat, weet je, ze groeien op in een wereld en soms ben ik ook een beetje jaloers op ze, want ze groeien ook wel op in een wereld die meer waardering heeft voor wie ze zijn. Ja. Weet je, ze kunnen gewoon vrij met een kalebas lopen of een pannie aantrekken. Mm-hmm. Zonder dat iemand ze gaat uitlachen. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk een heleboel dingen nog steeds de wereld niet uit. Maar ik ben soms toch wel een beetje jaloers op ze. Ja. What we doen? Being black in Africa. Mm-hmm. And bleaching. Wat is jouw ervaring op dat gebied, werkende nu in Afrika? Wat maak jij mee? Kijk, in het Caribisch gebied hebben we een hele duidelijke, of niet, laat me het niet zeggen duidelijk, want misschien is het in elke samenleving maar duidelijk, afhankelijk van of je er vandaan komt. In het Caribisch gebied heb je 2 extremen. Je hebt helemaal aan de ene kant, op het spectrum toch, aan de ene kant heb je dus Afrikaanse cultuur en Afrikaanse fysieke kenmerken. Aan de andere kant heb je Europa. In verschillende delen van Amerika's heeft dat spectrum zich anders ontwikkeld. In veel van de Latijns-Amerikaanse contexten is het café con leche, toch? Je, als je zwart bent, probeer je jezelf op je kleur richting het witte, toch? In Amerika heeft altijd gescholden de one drop rule. Je kan nog zo licht zijn, je gaat dat lichtverschijnsel van je alleen in je zwarte community kunnen uitleven. Want ja, daar heb je een one drop makes you black rule. Dus colorism heeft zich in ons werelddeel op een bepaalde manier ontwikkeld. En dat is voor ons herkenbaar. Ik heb er ook als kind zo last van gehad. Je bent donker, dus je bent dit en je bent dat en je bent zo. In Afrika spelen een paar andere dingen. Er is ook colorism in Afrika. Ongetwijfeld, ik hoor mijn Afrikaanse vriendin over praten, dat het speelt op de scholen van hun kinderen en dergelijke, dat ze daar kinderen last van hebben. Maar in Afrika heb je ook een enorme diversiteit aan culturen en etniciteiten. Je kan in één bepaald land rondlopen en je hebt mensen die lijken op gemixte Javanen en aan de andere kant mensen die lijken op Zuid-Sudanese en nog donkerder zijn dan ik. En zijn allemaal indigenous. Al duizenden jaren wonen ze daar en as far as they're concerned that they know, en als je ook hun bloed gaat aftappen, zijn ze allemaal indigenous Afrikanen. Mm-hmm. Dus daar speelt ook een soort tribalism, right? Van welke je fysieke kenmerken horen ook eigenlijk bij een bepaalde etniciteit. Mm-hmm.
En dat speelt natuurlijk al honderden jaren, zoals mensen zich onderscheiden. We weten allemaal dat de fysieke kenmerken vaag zijn en dat het kan verschillen van land tot land, but it is what it is. Daarbovenop heb je nog iets anders gekregen. En dat heeft te maken met wat wordt gezien als modern, als sophisticated, als cutting edge. En wat je soms ziet is dat nieuwe dingen, zoals een weave, een blonde weave tot je enkels, ineens wil iedereen dat hebben, want het is mode, want een artiest liep ermee. De drijfveer om dat lange gladde haar te hebben in Suriname is soms anders dan het is in West-Afrika. In Suriname is het omdat echt het beeld in ons ingrained is, dat het witte is het rolmodel en de maatstaf zeg maar voor wat mooi is. In West-Afrika kan het soms ook gewoon een drijfveer zijn voor that's the newest thing on the block. Snap je? Mm-hmm. Dus het is niet altijd zo zwart-wit. Kijk, in Oost-Afrika waar ik woon, als ik op mijn werk kijk, de vrouwen met gerelaxed haar of een pruik zijn op, echt op de vingers van een hand te tellen. Middenklasse Kenianen hebben natural hair. Mm. Of heel kort, of locks, of vlechten. En hoe lang is dat al zo? Oeh, sinds onafhankelijkheid. Het is om mensen hier, die lange weaves die we zien en de bleachen, is een West-Afrikaans ding. En hoe? Als ik in West-Afrika ga, daar loopt dan iedereen in zijn African print kleren rond. Maar ze hebben allemaal een pruik. So whatever people see as their embracing the naturality, the African identity is different. Want in Kenia ga je haast nooit iemand in een African print zien. Ze hebben allemaal Europese kleren, maar hun haar is wel natural. West-Afrika totaal aan de beeld. You know? Dus het is niet zo zwart-wit, het is een stuk genuanceerder. Wat je wel hebt de laatste tijd, en dat komt uit samenlevingen, vooral waar je ook wit als referentiemodel hebt, Zuid-Afrika, that people are bleaching for the same reasons as the bleaching in Jamaica en in Paramaribo. Yeah. To come closer to the white spectrum. Yeah. And that's interesting, want voor veel Afrikaanse mensen is niet per se die graadmagere witte vrouw het referentiepunt van schoonheid. Because their reference point is, you know, is een andere Afrikaanse vrouw die op een bepaalde manier eruit ziet. Mm-hmm. En het hangt ook van het land af. Je kan naar andere landen gaan, zoals Tanzania, dat veel meer, weet je, anticoloniaal is en dergelijke. Maar daar is het pas de laatste tijd trendy om dreadlocks te hebben. En dan zal je vooral zien dat vrouwen de middenklasse aan het hebben, because they can afford it. Mm-hmm. And not afford it omdat die haarstijl moeilijk is, but they can afford it because they won't be judged. Ze hebben opleiding en is eigenlijk iets dat ze hebben overgenomen uit de Afro-Amerikaanse cultuur. Ah, snap je? Ja. Je komt naar Kenia en de dreadlocks hier hebben een more symbolic context. De hele anticoloniale beweging waren de rebellen hadden locks. Dus locks wordt niet per se gezien als iets negatiefs. Mm-hmm. Dus heel veel van mijn collega's hebben sister locks. Mm-hmm. Snap je? It's normal of ze hebben hun haar kort. Dus het is niet net als hier dat nog veel al heeft. Je hebt dress, dus je rookt wiet en je bent dief. Nee, dat maakt maar. Je kan naar West-Afrika gaan, waar ze dat dus wel hebben. Ja. Dat ze denken van, oh nee, je bent dreadlocks, je hebt dreadlocks, dus nee. Ja, ja. Maar snap je, ook dreadlocks is hier trendy. Mm-hmm. Het wordt gezien als iets dat komt, ook bij sommige gemeenschappen heeft het meer symbolische betekenis. Mm-hmm. En is het al lang ingebed, sorry, een ander wordt gezien als iets dat overgenomen is uit middle class America. Wat we doen. Als we gaan naar jou, hè, als ik je zie, ik vind je altijd prachtig, hoor. Dat ik denk van, you thought about this. You know? En altijd ietsje anders. You know, je durft. Dan stel ik me voor, how does your wardrobe look? You know, like, where do you shop? En wie is degene die jouw kleren naaien? Waar let je op als het gaat om uiterlijk? Dat is heel grappig. Ik ben echt een gewoonte dier. Want ik ben this is the nerd in me speaking. Hè? Ik weet precies wat ik wil. En als ik eenmaal met mensen heb gewerkt die mijn visie, die mijn hoofd zit, kunnen vertalen in realiteit, I'm your friend for life. Dus het is heel grappig. Ik heb like 4 designers of ontwerpers in over heel Afrika met wie ik werk. Sommige ken ik van heel lang, maar designer in Nigeria, die ken ik van sinds ik in Londen woon. Ik heb daar ontmoet op de Camdenmarkt, was het waar al die designers bij elkaar komen. En ik zag een vrouw, dat klein vrouwtje met prachtige kleren. We hooked for life. We zijn nog steeds vrienden en af en toe stuurt ze gewoon ook kleren voor me. Zeg ik, ik wil dit of dat en dan stuurt ze het over met de post. Hmm. Ik heb een designer in Tanzania zitten, ik heb eentje in Kenia zitten. Ik heb die kleren van me maakt in Nederland. Dus ik heb echt een aantal beperkt aantal designers die mijn kleding ontwerpen. No. En ik shop online. Ik shop niet graag in winkels. Je zal me bijna nooit zien winkelen.
echt alleen op airport. En ik heb 4 winkels waar ik mijn kleding koop. Ik heb een Keniaanse winkel. De kleren worden hier in Kenia gemaakt. En they're lovely, want ze zijn, ze hadden rekening met curves en al dat soort dingen. Echt, weet je. En ja, ik heb een winkel in Groot-Brittannië. Eentje in Amerika. En ik shop bij de Zara. Dat zijn echt de 4 winkels. Mm. En verder, ja. Als ik op een luchthaven ergens iets tegenkom, I'll buy it. But for the rest, I don't want to make my life complicated. Dus ik moet precies weten wat ik krijg. Als ik ergens shop. Mm-hmm. You know, and I like creating my own reality. Yeah. In mijn eigen wereld waarin alles, weet je, werkt en gepast is. Het is zo grappig. Ik vertelde iemand laatst, ik zit altijd in hetzelfde op dezelfde stoel in het vliegtuig. Is het toeval of doe je het bewust? Bewust. Business class, altijd 2B. Als ik economy vlieg. Vroeger had je KLM. Ik vlieg meestal KLM. Zit ik altijd op rij 76. 76 en meestal is het raamzijde. Wat is dat? Is dat D? Ja, ik zit altijd aan dezelfde kant, dezelfde stoel. Dan weet ik precies hoe mijn omgeving eruit ziet, waar alles past. Of ik een raampje heb of niet, hoeveel ruimte. Ik I'm a nerd. Ben je een wenningsdier? Ja en nee. Ik sta open voor nieuwe dingen, maar mijn risico's zijn altijd gecalculeerd in een bepaalde context. But you cannot live on such high pace and speed als de rest van je omgeving niet goed gestructureerd is. Snap je? Ja. Gewoon van qua persoon. Ik zeg altijd dat mijn South American in mijn head chaotisch. Er gebeurt altijd van alles. Ik denk van alles. Dus de rest moet heel rustig zijn. Mijn omgeving, mijn huis moet heel netjes zijn. Neutrale kleuren. Mm-hmm. En voor de rest, ik moet niet te veel nadenken over dingen. Het moet allemaal op routine gebeuren. Want er gebeurt al genoeg voor de rest eromheen. Mm. Wat we doen. Wat maakt vriendschap voor jou? Wat zijn de ingrediënten van een goede vriendschap? Dat is interessant, want kijk, ik leid natuurlijk een expat en een nomade leven. Als je expat leven leidt, dan heb je elke 4-5 jaar hele intense vriendschappen met de mensen die dan in jouw omgeving zijn. Je hebt een beetje hetzelfde soort leven, je bent allemaal ver van huis, je gaat naar dezelfde feestjes, je woont in dezelfde buurten. Dus er kunnen hele intense vriendschappen uit ontstaan. En mensen maken echt genoeg drama's mee. Snap je als expert? Dan ben je maar alleen. Dus je vrienden betekenen heel veel voor je. Dus dat is één. Een tweede is dat je de vrienden uit mijn, weet je, mijn college years, mijn schoolvrienden van vroeger in Suriname, heb ik nog wel contact mee. Maar een groot gedeelte van mijn vriendengroep zit toch ook in mijn familie. De nichtjes en de neefjes en de generatie waarmee je bent opgegroeid. Yeah. Weet je? Dat zijn de mensen waar je altijd op terug kan vallen. En heel veel mensen, natuurlijk, je hebt ook heel veel kennissen, mensen die je ook kennen. Maar ja, als het leven drukker en intensiever was, is het wel moeilijker om contact te houden. Dus daarom probeer ik ook actief te zijn op social media, dat mensen je kunnen zien. Yeah. Je hebt het... En dat je zo en jij hun kan zien en zo. Yeah. Je hebt geen kinderen. Hoe gaan mensen om met het feit dat jij geen kinderen hebt? Want dat is ook soms een issue in onze gemeenschappen, weet je? Like, why don't you have children? Ah, you know? Ja, ik weet niet. Ik denk, ik heb nooit echt pressie gehad van mijn familie. Mm-hmm. Eerder juist de geruststelling dat, weet je, van ons hoef je niet te trouwen en dat soort vatten, dus doe je ding. Maar ik denk dat mensen ook altijd gewoon automatisch hebben aangenomen van het zal wel een bewuste keuze zijn, net als alles wat je in je leven doet. Maar, en persoonlijk denk ik dat mensen denken, dat arme kind dat in jouw leven zal komen. Misschien is het maar beter dat het zo is. Maar dat kind zal wonen in een vliegtuig. Snap je toch? Dat soort dingen. Maar nee, echt gesprekken erover gevoerd heb ik niet bij familie. Maar ik ben echt, ik ben de meest verschrikkelijke tante die bestaat. Oh. En ik zal uitleggen waarom. Niet voor mijn nichtjes en neefjes, maar voor de ouders. Mm. Because ik heb geen grenzen wanneer het aankomt op het verwennen van mijn nichtjes en neefjes. En al ben je hun ouder, het kan me niet schelen. Is niet, you know, bemoei niet. Bemoei niet. Dus mijn nichtjes en neefjes zijn echt... Het is dat ik niet eens zoveel tijd heb, maar als ik tijd zou hebben... Boys, lille, die kinderen. Dubai. Ja, en we weten dat. Mijn nichtje, weet je, iedere keer als ik terugkom van vakantie uit Suriname, klaagt mijn broer dat zijn kinderen verwend zijn. Ze hebben manieren gekregen, want ze willen niet meer in Paris, maar ze willen alleen maar naar Marriott. En als Marriott echt niet kan, dan willen ze misschien naar Torarica. Zo, dat komt allemaal door tante. Huh?
ik zeg geen nee. But they look up at you, right? Or not? Ik kan me voorstellen dat ze gek op je zijn. Ja, en weet je wat het leuke is? Hun ouders doen echt goed hun best. Ze zijn heel beleefd. Ze zijn, ah, mijn nichtjes en nieuwe, ze zijn zo beleefd. Yeah. Weet je, dat denk van mij, goed, wat doen jullie? Ze zijn beleefd, zijn dankbaar. Oh, dank u wel. Ze zijn bescheiden. Dus ik heb zoiets van, hey, you know, they can probably take some spoiling. Dus, dus ja, ze kijken ook naar me op. Maar ja, voor hun ben ik natuurlijk... it goes beyond being a sugar tante, om het maar zo te zeggen. Ik ben natuurlijk ook gezellig, want ik kom op vakantie en dat is echt mijn relaxtijd. Ik ben vrolijk altijd, niet als hun ouders, dat ze voor alles en nog wat hoeven te doen. Weet je, dus het is ook echt gewoon gezellig als ik er ben. Zij zijn mijn vakantie, ik ben hun vakantie. Ja. Dus dat is altijd wel leuk. En ik doe echt toffe dingen met mijn nichtjes en neefjes. De iets oudere generatie. Ik weet nog, ik ben met ze toen naar New York gegaan. Ik vroeg gewoon aan Rita, we willen naar New York. Ik, oké. Okay. Leuk. Wat we doen. Ik neem aan, toen je naar Afrika ging, dat sommige mensen zoiets hadden van, zij kon zo goed rapen. En dan opeens zijn ze daar. Wat was hun reactie toen ze daar kwamen? Oh, mensen schrikken. Je kan ze nog zoveel foto's en beelden sturen. Op het moment dat ze hier landen, schrikken ze. Zeker mensen die, weet je, no matter how much you're exposed, mensen hebben toch altijd het beeld van Afrika dat een brok op een nasie is. En dan komen ze hier aan en dan zie je alleen maar zwarte mensen en het is ontwikkeld geavanceerd. Natuurlijk zijn er ook dingen die niet goed zijn en straten die soms brokken zijn, maar het is heel sterk ontwikkeld. Dat is één. Ten tweede, er wordt constant gebouwd. Er staan overal hijskranen, er is, weet je, opleving. Je hebt echt het gevoel, je wordt meegetrokken in die vibe. En weet je, Afrikaanse steden zijn high energy. You know, iedereen is onderweg naar ergens. Het is druk. Iedereen verkoopt iets. Iedereen is bezig te hosselen. Dus people are zo, wow. Dus het haalt alle ideeën en barrières weg. En je hebt ook hele mooie plekken hier, weet je. Je kan op safari gaan, naar het strand gaan. Dus het is een totaal andere ervaring. Yes. En dan begrijpen mensen het van, aha, je woont gewoon in je, you know, in your own world. Wat we doen. What's the legacy that you want to leave behind? Ik denk verschillende dingen. Natuurlijk via mijn werk is gewoon excellence, right? Gewoon ook, niet eens durf of lef, maar waar ik het eerder over had, the voice of the African continent, between brackets, and the rest of the world, en wat het continent te bieden heeft. En de waarde die het heeft in de rest van de wereld. En zonder uit het oog te verliezen dat het continent ook gewoon dingen voor zichzelf moet doen. Even dat terzijde, als ik echt denk aan, aan wat mijn legacy zou moeten zijn, moet ik eigenlijk een paar stappen terug doen. I'm an ancestralist. Dat wil zeggen dat ik erin geloof dat mijn voorouders mij beschermen. Dat ik een verlengde, alles wat ik doe in het verlengde ligt van wat zij hebben gedaan. En alles wat naar mij komt in het verlengde zal liggen van wat ik heb gedaan. Dus ik zie mezelf eigenlijk gewoon als een mier in een groot mierennest dat gewoon een ander stukje aan het bouwen is waarop iemand anders verder moet bouwen. Dus het is heel belangrijk dat ik begrijp wat er voor mij was. En dat ik dan ook genoeg achterlaat voor iedereen die na mij komt om verder te bouwen. En ik hoop dat het meeste van mijn legacy eigenlijk tijdens mijn leven gebeurt. Dat ik mensen kansen open voor mensen, deuren open voor mensen. Dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Zo leef ik ook bewust met mijn nichtjes en neefjes. Ik weet hoe het is om in Suriname op te groeien en te denken dat je ergens niet thuis hoort. Omdat je niet genoeg geld hebt of omdat je ergens op lijkt. Weet je, vroeger ging ik altijd bibberend bijna Torarica in. En dan voelde je zo opgejut omdat je echt dacht dat je daar niet thuis hoorde. En ik zal alles in mijn vermogen doen om ervoor te zorgen dat geen enkel Surinaams kind dat gevoel heeft. Dus het is op een heel persoonlijk niveau. I don't want people to run into the obstacles that I ran into. Beautiful. And the best way to sometimes do it is just to break through them as they are watching. Yeah. Right? En part of my legacy is inderdaad ook om gewoon door te geven wat mijn voorouders hebben gedaan. Daarom ben ik ook altijd zo bezig met de legacy van mijn ouders. Yeah. Hoe leeft hun naam voort in de samenleving? Dus dat zijn geen grote dingen. En ik wil gewoon ook een biggiesma worden. Weet je, onderdeel van mijn geloof en cultuur is ook dat je straks wil je wel dat je nazaten, wanneer ze hun cabaretliedjes zingen, zeggen van, ai, Jennifer, ja, dat is gay. Weet je, die is een pre wat speciaal. Je wil niet. Weet je wie zal komen? Begrijp je? Je wil niet dat wanneer jouw cabra begint op iemand komt, dat mensen bijna churi maken, zoiets hebben onderkant van Pintuqua of zo. Want, you know, deze weer in is gekomen. Nee, je wil dat mensen zoiets hebben van, no man, ik kan me als kind nog herinneren.
En dat is heel fascinerend, want nu ben ik natuurlijk zelf ouder, hoe bijna kinderachtig opgetogen mijn tantes waren wanneer we een cabra pre hadden. En dan komt de cabra van iemand die ze hebben gekend toen ze nog 4, 5 waren. En hoe blij ze waren, hoe connected die veld. En dan komen de verhalen naar buiten. Yeah. Dat wil je ook. Yeah. Hebben dat iemand zit te vertellen, ay, die snap anders dan een tiktipje van Marriott naar New York, is dat niet toch? Ja. Wat we doen. Ode aan je ouders, hè? Ben je trots op wat er tot nu toe is neergezet en ode doen aan deze twee giganten in ons land? Ja en nee, omdat voor mij die ode bestaat uit 3 dingen. Eerste is gewoon hun erkenning van het werk dat ze hebben gedaan. En erkenning dat uit je door documentatie, door straten naar mensen te vernoemen, snap je? Door over ze te schrijven en al dat soort dingen. Ik denk dat een gedeelte daarvan echt onderweg is. Hè? Er zijn boeken verschenen en zo. Je kan ze googlen. Mijn moeder is opgenomen in de vrouwenlexicon in Nederland. Een van de 1000 vrouwen van de 20e eeuw. One of the 1000 most remarkable women in the Dutch history van de 20e eeuw. Mooi. Een heel bijzondere erkenning. Ja, 1 van de 1000 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis van de 20e eeuw. Dus weet je, dat soort erkenning is heel belangrijk. Ik zou het nog wel mooi vinden als er in Suriname straatnamen naar ze genoemd werden. Als een blijvende legacy in de gemeenschap. Dus dat is 1. Maar ik heb daar niet, behalve die documentatie en een straatnaam hier en daar, geen grotere verwachtingen daarop. Want er is nog een tweede legacy en dat heeft te maken met gewoon het rolmodel zijn. De mooiste legacy die je aan mensen kan geven, is door te leven zoals zij geleefd hebben. De normen, de waarden, het werk voor te zetten, snap je? En voor mij, om dat terug te zien in jonge mensen die geïnspireerd zijn geraakt naar ze verwijzen, dat is ook een legacy. And people just have to continue doing that. Kan ik weinig invloed op uitoefenen. Dus nog een derde legacy die heeft te maken met de waardering van cultuur aan zich in de Surinaamse gemeenschap. En dat is soms nog een beetje onvoldoende, snap je? De investering van de overheid, maar ook gewoon door mensen op zich. Ik heb soms het gevoel dat mensen vrij oppervlakkig omgaan met cultuur, niet beseffende dat wanneer je alles kwijt bent, dat jouw cultuur is het enige wat je draagt. Ga terug naar het verhaal van Burkina Faso. I recognize the thousands of years of civilization, the way how people carried themselves. How they carried themselves. Je luistert naar Kora-muziek en je weet gewoon, dit is niet wat iemand gewoon een dag op een luie dag heeft bedacht. This is deeply rooted. En het besef dat we nog steeds in Suriname niet altijd hebben, dat onze cultuur, onze overlevingskracht is en is geweest, is jammer. Het is zo jammer. Want we hebben elkaar, onszelf en de wereld zoveel te bieden, Suriname. We zijn zo uniek, we beseffen het niet. Ik besefte het pas toen ik begon te reizen, hoe uniek Suriname is. I never, ever knew that. Okay, but listen, all these kids, like imagine, er zijn allerlei kinderen nu om je heen. En ze kijken echt naar jou en ze moeten dit nu absorberen dat je zegt. Vertel ze waarom hun land zo waardevol is en uniek. Het zou heel makkelijk zijn om te beginnen met de bossen en de bomen en dergelijke. Misschien moet ik daar maar mee beginnen, dan zal ik daar met andere dingen eindigen. 90% regenwoud dat heel snel aan het verdwijnen is omdat we het niet waarderen. Als je kijkt naar de culturen waarin we voortkomen, ongeacht of je de inheemse neemt in de staat en dergelijke, natuur staat altijd centraal, maar het komt niet terug in de manier waarop we met onze eigen natuur omgaan. Iedere keer als ik op vakantie ben in Suriname, ga ik live, zodat mijn collega's kunnen zien wat voor grote rivieren we hebben. Omdat, you know, dan zeg ik ze, this is what you call a river. You know, what you people have there, we call it a creek. This is a river. Yeah. This is a river, weet je? Dus die natuurlijke die bodemschatten die we hebben en dat terugvertaald en gelinkt aan ons. Veel van de culturen waar we uit voorkomen, we benutten dat niet voldoende. Maar ook in dus gewoon de context van de geschiedenis zijn we een heel interessant en uniek land. Suriname is het enige land ter wereld waar de Maron-gemeenschappen zijn blijven voortbestaan in een erkende governance structuur. De Haitianen is 1, die hebben zichzelf bevrijd. De Jamaicanen, die zijn er, maar ze hebben niet erkende governance structuur. We zijn het enige land. Maar luister, leg die kinderen uit wat je bedoelt met governance structuur. Governance structuur is dat het zelfbestuur onder de Maron-gemeenschappen erkend is door niet alleen de koloniale, maar ook de postkoloniale overheid. Duidelijk, ja. Snap je?
er is zoveel dat we kunnen leren uit zelfs de afgelopen 300 jaar van onze geschiedenis. De zelfredzaamheid, de nieuwe modellen die zijn ontstaan, de cultuur. Vroeger, weet je, dacht ik altijd dat de enige unieke cultuur in het binnenland was en zo en zo. Totdat ik in aanraking kwam met historische werken van de Herskovic-familie en dergelijke. Die niet direct stom verbaasd waren, maar zoiets hadden van yes, toen ze in Paramaribo landen. En onze cultuur en geschiedenis verbindt ons met zoveel verschillende delen van de wereld. Onze taal heeft meer overeenkomsten met Jamaica dan met whatever gebeurt in Zeeland en Amsterdam. We zijn qua cultuur gelinkt aan zwarte gemeenschappen in Brazilië, Colombia, Venezuela. Een groot continent dat zich ook ready maakt om eigenlijk te kijken naar de diaspora op een andere manier. We zijn op zoveel manieren uniek in termen van een beetje onze zelf gekozen isolatie, ook qua taal. We zijn het enige Nederlands sprekende land in Zuid-Amerika. Mijn internationale carrière heb ik een beetje ook daaraan te danken, die diversiteit. Waar ik ook kwam, als ik een Nederlandse gemeenschap, een Braziliaanse gemeenschap, laatst was ik met de High Commissioner van Barbados, Caribische gemeenschap tegenkomt, it's me! You know, so, er is ook tegen beter weten in. Ik ga niet zeggen we vieren onze multiculturaliteit en dergelijke, want daar zit ook vaak heel veel, nou niet heel veel spanningen, maar daar zit ook een complexiteit aan vast. Maar het gemak waarmee wij kunnen verschuiven van het een naar het andere, it's an asset, it's a skill set die zeker als je de top wil bereiken, heel belangrijk is. Dus ja. Dus die ingrediënten van die alakondre, dat mag wel, die mag er wel zijn. Ik denk dat het essentieel is. En ik denk dat zonder dat we het beseffen of zelfs kunnen uiten of articuleren, je begrijpt niet wat het betekent voor iemand zoals mij om, kijk, in zoveel verschillende delen van Afrika voel ik me thuis en dergelijke en al dat soort dingen. Maar ik ben niet geïntimideerd door andere culturen. Je kan me in Azië zetten, so be it, go with the flow. In India, so be it, go with the flow. Rusland, go with the flow, you know? But isn't it because you know your worth? Je hebt een ingebouwd mechanisme om je aan te passen in een vreemde omgeving. Dat wil niet zeggen dat je geen Surinamers tegenkomt die heel wereldvreemd zijn en die je nooit meer op bezoek wil hebben. Dat niet. Maar if you pick up the right vibe in onze cultuur, kan je er ver mee komen. Ja. Maar ik geef je gelijk. Het moet gepaard gaan met een gevoel van eigenwaarde en van zelfrespect. Ja. Je moet geen open deur politiek zijn. Open deur, weet je, want dat werkt niet. Maar je kan ergens aankomen en carry yourself, weet je. En adapt en be flexible en be fluid. Wat we doen. Wat zou je zeggen aan een 12-jarige Jennifer? 12, dan word je bewust van hoe anderen op jou reflecteren. Als er iets is waarvan ik echt wat meer kapot heb gemaakt dan mijn lief is, is het colorism. Zwarte mensen of andere Surinamers die het gevoel geven dat je minder waard bent, alleen omdat je een Afrikaans uiterlijk hebt. Ik heb daar heel lang tegen moeten vechten om dat uit mijn systeem te krijgen. Ik zie een hele scenario, Jennifer, gepest op school of op straat. En dan kom je naar huis en dan ga je in je kamer en dan huil je. Weet je? Dus die pijn die je hebt meegemaakt. En wat is het dat je heeft geholpen in die omwenteling? Ik denk dat heel veel mensen hieraan iets zullen hebben, want heel veel van ons kampen nog steeds niet mee. Ik heb nooit daar gehad dat ik huilend thuis kwam. Ik was vrijpostig genoeg, welbespraakt genoeg om van me af te bijten. Maar, en ik besefte, weet je, ergens diep van binnen besef je er ook weer iets. Is niet iets mis met mij, het is met andere mensen. Want ik was eigenlijk zelf een pestkop, hè. Het is gewoon het overweldigende besef dat je hele samenleving, alles wat je ziet en dergelijke, dat je hele samenleving je spiegel voorhoudt. Whatever you are is not what we would want to be or see, right? It's niet begeerlijk. Dus al hebben mensen het niet direct tegen jou, zelfs als andere mensen op een bepaalde manier behandelen. Daarom heb ik me ook zoveel verdiept in de discriminatie van de marrons. Want ik werd ook vaak, weet je, behandeld als een marron. Dat klinkt gek, maar dat die het moet beseffen dat er zit iets goeds mis in onze manier waarop we met elkaar omgaan. Snap je? Je werd uitgescholden dan voor een juka of zo. Of mensen lachten of behandelden maar rond op een bepaalde manier. En voor mij was het altijd van, het zijn wel de mensen die op mij lijken. Dus weet je, wat is er dan mis met mij, you know? Mm-hmm. Het heeft wel in mij een quest, zoals de Engelsen zeggen, aangewakkerd. Een constante vraag, een beetje vuur om die vraag ook te beantwoorden. Van, hoe is de wereld zo gekomen zoals het is? Dat thuis mensen me zeggen, je moet trots zijn op je kleur, je bent black apeerd. Maar als ik naar buiten ga, dan zie ik dat niet terug. En wil niemand op mij lijken.
En ja, ik heb soms heel vervelende dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld zelfs in Nederland, dat ik zit in de trein en wildvreemde jongens komen om me heen staan en beginnen te zingen hoe lelijk ik ben en weet ik veel wat. En dat is allemaal zwarte jongens. Ja, en het zijn witte mensen die me zijn komen verdedigen. Dus zoiets hadden de conducteur erbij me gehaald. Maar echt, en waren het een beetje tieners en dergelijke. Maar dat soort gekke dingen. Of dat mensen je klasgenootjes tegen zeggen van, komt het dat je moeder zo mooi is en jij zo lelijk? En it all has to do with your color, right? Dus, en ik was fantasierijk genoeg om in mijn eigen wereldje te leven. So, you know, I had a happy childhood, ik deed mijn ding. But the message was very clear. En de manier waarop ik ermee om ben gegaan is verschillende manieren. Ik had echt zoiets van, ja, het zal niet mijn uiterlijk zijn die zeg maar ervoor zal zorgen dat ik voor alles en nog wat bereik in dit leven. Dus I better learn and be the best in other things. Right? En dat heb ik gedaan. Een ander ding is zoals, ik ben altijd heel sterk geweest in het scheppen van mijn eigen realiteit. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van, hey, ik ben moe van het Europa-ding. Ik ga naar een wereld waar iedereen zwart is. En je weet je, want hier ben ik de norm. Ik ben niet speciaal. Ik ben niet uitzonderlijk mooi, uitzonderlijk lelijk. I'm just average. En dat is super frissend. I can just, you know, hier ben je ontdaan van je kleur. It's just you and your attitude and your character and your perseverance. Maar een ander ding was ook, wat ik zal gek genoeg zeggen, bijna mijn redding is geweest. Ik was 15 toen ik naar Nederland kwam. In Suriname was ik die magere, dat magere zwarte meisje met een beetje de biggie bobbies. Die eigenlijk niet de norm was aantrekkelijk. Want misschien als ik nog een grotere bil had gehad, hadden mensen me wel mooi gevonden. Maar dan kom je ineens naar Nederland en je hele klas is zoiets van, mijn god, je lijkt op Naomi Campbell. Wauw, wat een verschil. Het was voor mij, en je moet je nagaan, daar kom je als nerd, beste van de klas, want ik had altijd de hoogste cijfers gefocust op, you know, ik moet ingenieur worden of accountant of weet ik veel wat. En dan kom je ineens in een wereld waarin mensen eigenlijk naar je kijken van, it was very overwhelming, too much. Ik wist niet zo goed hoe ik ermee om moest gaan. En wat ik me wel doen beseffen van, mensen zijn gek. It's all conditioning, it's all in people's head. Hoe kan je achter in een vliegtuig zitten en dan verander je van iets wat eigenlijk onbegeerlijk is, naar iets dat begeerlijk is? How is that possible? It's all about conditioning. Dus ik ben daarna ook nooit meer wars geweest als mensen me zeggen, je bent mooi, precies van, ja, dankjewel. But it has no meaning to me. Wat we doen. Waarom werk je niet in Suriname? Waarom werk ik niet in Suriname? Twee dingen. Vanaf ik klein was, heb ik een hele sterke drang gehad om weg te gaan. Ik vond Suriname te klein. Ik wilde de wereld in. Ik wilde dingen onderzoeken. Ik zat de hele tijd in buitenlandse magazines te lezen. Ik wilde ervaren wat die mensen daar aan het ervaren waren. Ik wilde weg. En ik heb dat eigenlijk constant. Toen ik in Nederland was, had ik zoiets van, mijn god, zo klein. Ik wil weg. Dit is voor mij een heel persoonlijke ervaring die voor veel mensen verrassend zal zijn, maar wel op mij een hele grote indruk heeft gemaakt. Ik was al uit Suriname vertrokken. Ik was net een jaar daarvoor uit Suriname vertrokken. Ik was 15 toen ik uit Suriname vertrok om te gaan naar Nederland te gaan met het idee dat ik zou gaan studeren. En ik wilde altijd al weg uit Suriname. En wat ik heel frustrerend vond in Suriname, aan de ene kant, alles is klein, snap je? Maar ook bij elk stoplicht is er iemand die stopt en zegt van, groet je moeder, kom maar. En ik wilde graag de wijde wereld intrekken. En dan meer anonimiteit en al dat soort dingen. Hè? Ik hou van Suriname. Ik vind het leuk als ik er terug ben voor een paar weken. But the big anonymous city, that's my thing. Maar toen ik weg was uit Suriname, op 5 augustus 1990 is Herman Gooding vermoord. Politieinspecteur. En om de een of andere reden ging er een knop om in mijn hoofd. En ik had zoiets van, als ik uit een land kom waarin ze een politieinspecteur kunnen vermoorden, het had mijn vader kunnen zijn of een van mijn ooms of de vader van een van mijn vriendinnen, dan is het niet een land waar ik veilig ben. En ik kan het niet omschrijven, maar dat is waar een knop om ging, waardoor het heel lang heeft geduurd voordat ik weer die relatie met Suriname kon opbouwen, dat ik me er ooit thuis kon voelen. Iedere keer komt dit moment weer terug bij mij. Nu ben ik in een andere fase van mijn leven. Ik kan retire in Suriname. Ik besef dat ik een nomaat ben. Ik kan 6 maanden in Suriname wonen. En dan zal ik waarschijnlijk weer 6 maanden ergens anders wonen. Ik verveel me heel snel op één plek. Maar ik denk dat mijn generatie iedereen wel dit soort momenten heeft gehad.
dat je zo diep en diep teleurgesteld bent in whatever was sold to you as the Surinamese dream, dat je niet meer zo goed meer wist waar je je vaderlandsliefde moest plaatsen. En ik denk dat we ook daarover moeten praten en erover moeten schrijven, want soms overschreeuwen we onszelf, als Surinamangs ook. En soms moeten we echt terugkeren in stilte en voor onszelf vertalen wat betekent eigenlijk dat Surinamers zijn in vaderlandsliefde. En dat is voor mij het moment dat is ontstaan dat ik als levensfilosofie echt ook heb aangenomen dat vaderlandsliefde betekent dat elke Surinamer voor jou goud waard moet zijn. En dat je ze of opbouwt, maar als je ze kapot maakt, you're not even worth calling yourself a Surinamese. Beautiful. Dankjewel, Jennifer. Je neemt me echt, je doet me echt, ik ben echt blij dat ik uiteindelijk met je kon praten. Ik wil je echt bedanken voor het delen van je verhaal. En ik wil je namens iedereen, echt iedereen, ik weet niet wie het allemaal is, maar ik weet zeker dat heel veel mensen zijn die hoor ik bakka, Niwanjia Grani. Ja, dat je ons zo draagt met jou. We zijn trots op je. En we hebben jou in ons zijn. Zie het als een fakkel. En die fakkel die je overdraagt, ziet er heel mooi uit. Keep on doing what you're doing. Graag gedaan. Dankjewel voor het interview. Goed. Mensen, je hebt het gehoord. Het was Jennifer Baarn. Volgende week weer iemand anders. Weer into the diepgang. Wat je ook doet, doe het goed. En wees lief. Tot volgende week. Ciao, ciao. Je bent wat je doet. Niet wat je denkt dat je zou moeten doen. Wat we doen. Een radioprogramma dat ingaat op onze drijfveren en het bespreken van taboes. Hoe zou het komen dat we doen wat we doen? Elke vrijdag van 8 tot 9 uur 's avonds met je host Solile Blinker op de Powerstation SRS. Kom gezellig erbij en laat je inspireren.